Listening to Nerdculture a podcast. Welkom bij een aflevering van je favoriete podcast Nerdculture. Zonder koffie met lekker weer. Ja, ons, uh, ons koffieapparaat. De Lamborghini onder de espresso apparaten, zoals die uh, al veel en vaak is genoemd. Uh, heeft toch. Uh, het leven gelaten. Ja, nou ik heb dus vanmorgen eventjes een soort mini-revival uh, gezien. En toen was hij aan het opwarmen, maar daarna stond hij weer uit. Dus hij ja, toch stuk. Geen idee wat er mis mee is. Uh, wel een groot probleem, want dat ding kwam hier uh, met een pallet vanuit Italië. Ja. De handleiding was alleen in het Italiaans. See? Het enige Engelse wat er niet op stond, was niet voor consumers. <lacht> <lacht> dat, dat is het enige Obvious, wat er opstond. Want, het, want het land, hij is nu stuk. En uh, we hebben echt al uh, een moeten laten komen om dat ding überhaupt aan te kunnen sluiten. Omdat het rare aansluitingen heeft en shit. En we hebben er wel geteld vier maanden van kunnen genieten. Ja, zoiets. Ik denk ietsje korter nog. Ik denk ook inderdaad ietsjes korter. En genieten was ook nog een uh, groot woord, want het was nog steeds was het nog doorkrijgen. Het was nog steeds zurige koffie, dus ja. apart. Met uh, melk, dus een cappuccino-achtig ding, werd het ineens heel nice. Maar zonder, wat bleef het een beetje, vreemde koffie. En dat ding is gewoon cursed. Letterlijk ja. vanaf dag één. We hebben er niet een Lamborghini nodig. We hebben een... We, uh, is een nodig? Nee, een coole Audi R8 of zo. Ja, we hebben we, geen Lamborghini nou, nodig. Die zit er al hoog in. Maar uh, het ding is, dat ding is al echt vanaf dag één cursed. Want uh, en het duurde echt twee maanden voordat hij binnen was of ja, zo. Zeker. Dat was enorm uitgesteld. Vervolgens kregen we hem niet aangesloten. Toen hadden we dingetjes gekocht, konden we hem aansluiten. Dachten we, toen moest er een loodgieter komen. Ja, de, <laughs> toen kreeg kalkfilter we, ertussen, pressure valves, alles. En toen to, to wisten we gewoon letterlijk niet hoe die werkte. Dat hebben we volgens mij... Volgens mij hebben we niet, nog niet uitgevonden hoe die werkt. Volgens mij hebben we gewoon een hek gevonden... waarbij we koffie eruit kunnen krijgen. Ja, dat is het inderdaad. Ja, de, 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 de temperatuur die staat nu weer te laag. En op een gegeven moment stond die te hoog. En de servings voor een soort van one cup of two cup... de klopt geen ene kont van. Dus uh, het is niet. Uh, de, deze was eigenlijk niet voor ons. Dus ik zit misschien te denken om Boris dan te zeggen van hé hey man, misschien geen Lamborghini, maar een soort van. Uh, ik denk niet dat je tegen Boris moet praten op de oud tje Ik denk dat hij uh, Fiatje. <laughs> nou ja, Fiatje, dan dat is een CC maar... Nee, er mag best wat flamboyance en, en vette shit in zitten. Maar deze Lamborghini was too, too, too big for us. Ik denk dat hij op dit moment een zak in zit. Echt. Die, die zit het echt niet meer zo. Volgens mij had hij hem thuis ook. Dus ja. maakt het niet uit. Nee, deze heeft hij niet. Oh. Nee, maar je had hem woensdag moeten zien. Dat, dat, dat was gewoon... een, een, een ja. Zielig hij had hoopje. een blik in zijn ogen ook. En tussen een zielig hoopje was het. En gewoon radeloosheid. Ja. En ook van... Nee, ik moet dan toch niet iets Italiaans gaan proberen te doen. En, uh, ja. en, en Ruben... We laten gewoon niemand langskomen. Het hoeft niet van een bedrijf te zijn. We laten gewoon niemand langskomen. Ja, dus uh, ik nou, weet het niet. We gaan het zien. Ja. Ik hoop dat jij wel thuis, ja, jij wel een, een kopje koffie of een cappuccino hebt. Want dat is hoe je natuurlijk deze shit luistert op je zondagochtend. Dank je wel daarvoor. Doorgaans. Doorgaans, inderdaad. En uh, is het zondag goed of slecht weer? Uh, nou ja, voor mij dus goed, voor, voor jullie als, als, nee, als, nee, nee. als schapen. Nee, voor mij dan ook prima, oh. ja, ja. meer dan, meer dan prima. je oh, yeah. bent one of us nou, one of, one of Ja, na nou, 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 vorige week wel inderdaad, um, maar welkom bij Nerd Culture jongens. Uh, Volg ons op Twitter, twitter.com slash super supercool. Daar hebben we al 1270 mensen, dus uh, dat groeit gestaag, dankjewel daarvoor. En we hebben twee nieuwe reviews. Je weet het, hè? als je ons cool vindt, laat een review voor ons achter op Spotify of op Apple Podcasts. Op Apple Podcasts kan je er zelf nog een berichtje bij zetten. Die lezen we dan op. Vijf sterren. Als je ons cool vindt, één ster. Als je ons nerds vindt. Nee, dat zeg ik niet goed. Nee, andersom. Als je ons sukkels vindt. Ja. Als je ons <laughs> sukkels vindt, één ster. Als je ons nerds vindt, vijf sterren. Precies. Komt ie de eerste review. Lekker man, is de titel. Perfecte podcast om het weekend mee af te sluiten. Chill op de bank of in de tuin als het mooi weer is met een biertje. Lanos. Nou, groot gelijk Lanos. Dankjewel voor je vijfste review. De volgende is van de dakloze maaltijdbezorger. Het Gouden Duo. Perfecte podcast om na een lange dag lekker tot rust te komen. Niet alleen informatief, maar door de toffe dynamiek tussen de twee heren. Die het presenteren ook grappig en soms, soms zelfs hartverwarmend. En emotioneel. Ja, precies. En Ik moet soms zeggen, ook onzin over koffie. Het is vooral hartverwarmend wanneer uh, we Ted Lasso hebben. We hebben Ted Lasso nodig. Er is te weinig Ted Lasso. ons leven. Ja. Ja. Komt er niet deze zomer weer een nieuw seizoentje? Er komt nog één seizoen, op. maar het is wel de laatste. Oh, dat is, nee, ik ga Jason is echt een keer... Dit is de eerste keer denk ik dat ik iemand persoonlijk ga twitteren... maar dan met alleen maar love. Zo so, van, Jason, mijn man, alsjeblieft. Ja, het, kom, had... kom, ik, ik heb elk jaar gewoon een seizoen nodig. Want, uh, anders verhang ik mezelf, Jason. Ja, je, je moet hem een soort van blackmailen, <laughs> ja. weet je wel? Van als jij stopt met Ted Lasso, dan sla ik mijn polsen door, ja, weet je zich. Dan spring ik van de brug. Precies. Mijn vraag is: wat vinden jullie van Sylvia Hoeks? Ik heb haar pas recent leren kennen door de serie C. en nu ben ik verliefd. Dagloze maat hebben zorgen. Snap ik heel goed. Ik kende Sylvia Hoeks niet heel erg goed. Ik kende haar uh, eigenlijk alleen van Blade Runner 2049. Van, van daar zit ze natuurlijk in. Van mijn dromen. Heeft ze dat hele gekke kapsel, goede pony wel uh, ja. daarvoor natuurlijk. Um, goede actrice ook. Ze zit ja, daar, wat, daar wat was ze best wel doop. En uh, ze heeft ook best wel wat succes. Ze is ook verhuisd naar uh, Los Angeles. Ja, ze goed. heeft volgens mij vroeger wat Duitse films gedaan. Dus dat, oh, dat, uh, dat, dat doet ze ook nog. Um, en inderdaad, nou, ja, Nederlands films zijn nooit heel lijp. Maar uh, um, de Amerikaanse werk is vet. Zie ja, je niet nog meer hoor. Gedaan? Ja, weet je. Zie is, is dat die, uh, die Apple? Uh, Idioten, dat iedereen blind is, ja. Ja, ja. <laughs> met, met Jason Momo. Ja, Doe ja, ja. even normaal. Je, 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 je kijkt hier en je luistert hier en je hebt het hier tegen nerds. Maar dat kan ook voor nerds, kunnen, kunnen dingen te ver gaan. En dat, dat gaat echt te ver. Dat is echt, echt heel dom. Ja. <laughs> wat hebben we deze week gekeken, gelezen of geluisterd? Oh shit, Spotify, 706 reviews. Dankjewel. Vijf sterren nog steeds strak. Nice. Dus uh, de 700 gepasseerd. Uh, wat hebben we deze week gekeken, gelezen, geluisterd? Nou. Je hebt er niks bij gezet, vriend. Nee, ik heb, uh, heb ik deze week. Ja, ik heb gewoon mijn normale riedeltje... Nee, er, 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 is, er is weinig. Jij zei ook trouwens van er zijn weinig nieuwtjes. Dus we ja. hebben niet een heel vol programma vandaag. Nou, ik mag heb genoeg eens... te vertellen ook nog hoor. Want nou. uh, ik denk dat we op het einde wel heel ja. even los moeten gaan over Obi-Wan natuurlijk. Ja, maar kunnen we nu alvast eventjes... Die, die laatste aflevering was, was mega vet. Nee? Ja. Toch? Ja. Mega. Ah. Megaatje. Als ik twee dingen mag zeggen over de laatste aflevering. Nee, dat doen we op het eind. Hey, zonder te spoilen. Oh. Mega vet en Oenig. Klopt. Allebei. De hele serie was al Oenig. Maar, maar inderdaad, waarom uh, uh, het nog steeds Oenig is. Maar als ik het uh, heb over Mega vet. Ja. Misschien. Kijk, en ik zit er nog heel vers in. Dus neem ja. het alsjeblieft met de korrel zout. Ja. Misschien wat vetste Star Wars-moment wat ik ooit heb gezien. Zo. Nou ja. En daar ga ik straks nog wel heel ja, ja, over, ja, ja. Uh, over praten. Ja. Uh, ja, het mag uh, geen verrassing zijn. We hebben dus uh, de laatste aflevering gekeken van obi wan Episode Ik heb, heb Miss Marvel natuurlijk uh, gekeken. Dat is, maar, wat, ik, wilde dus ik heb Miss Marvel ook dat... gekeken. Ja, aflevering 2, niet aflevering 3. Ik heb ze allemaal tot nu toe gezien. en, en die, uh, Kamala Khan is gewoon een hele toffe karakter. Zeker. Uh, voor de rest is het toffe actrice ook. Ja, en, en, en niet alleen een toffe karakter. Uh, goed geregisseerd, hele toffe editingstijl, vind ik al. Al moet ik wel zeggen dat ze wel een stapje terug hebben gedaan. Ja, Gewoon de eerste aflevering. Dat vond ik chill. Oh, nee, ik ik niet. vond die, die hele die, die, die tekeningetjes, die vlogen en wat dan ook, dat was niet mijn ding. Maar in de achtergrond was het, hè? Ja, ja dat vond ik tof. Ja, ja nee, ik, ik, ik vond het niet passen uh, en dus hebben we naar me geluisterd. Uh, ik zei dat ook <laughs> vorige keer. Ja, want het was niet al gemaakt, ja, hè? Ja, nee. <laughs> maar uh, uh, nee, en, wat ik zeg voor de rest is het inderdaad, je ziet nu een beetje waar het naartoe gaat. Het, weet je, het heeft iets met gin te maken ik weet niet of dat ook voor de rest heel erg in het uh, in het mc of in, het, in de marvel comics zitten weet je die genies die ghosts Ik ja, kan niet over mij praten weet nee niet. nee daarom ik heb ze zelf ook nog nooit uh, op die manier gezien in, de, uh, in, in, in ander materiaal dan, uh, dan deze serie maar het zal wel nou, ook uit Marvel komen, de uh, comics. Maar, maar dus daar gaat het nu een beetje heen. En nou ja, het is vooral gewoon een het is gewoon vooral een leuke serie. Is het heel superhero -y? niet ja, echt nog. Het, het is voor teenagers. En ik denk dat voor teenagers denk ik dat het super tof is gedaan. Echt super super tof. En dat geeft me ook iets meer vertrouwen voor de she hulk Die dan natuurlijk Zeker. ook aan zit te komen. Ja. Dat is ook al binnenkort geloof ik, augustus, als ik me niet vergis. Ja, nee, maar het neemt zich heel serieus als zijnde een toffe uh, inclusive serie uh, voor. Uh, voor voor Marvel fans. Ja. En ja, dat dat en dus die meta nog steeds die daarin zit. Van dat, het, dat het letterlijk daadwerkelijk ook Marvel films fans zijn in die serie. Dat is super tof. Dat ja. dat, het, dat werkt. Nee, nee zeker weet. Ik, ik zie haar nu wel in de MCU uh, als, als uh, soort van ja, ze gaat uh, gewoon een Young Avenger worden. Dat ja. is wel duidelijk natuurlijk met Kate Bishop en, uh, en Chavez ja. en wat dan ook. ja en ergens, die twee dat kids, begin ik, ik begin die twee kids van Wanda, natuurlijk, want die hebben Quicksilver Powers. Ja, ver, en, uh, vind ik wat minder cool uh, nog. Maar misschien kunnen ze dat ook wel opbouwen. Maar ik Iron Ironheart ja? De ja, zeker klimaat? weten. Nee, ik begin daar best wel uh, voor op te warmen, voor die, uh, die staf. En ik denk oh. dat, en dan gaan we misschien een jonge Kang the Conqueror zien. Een jongen? Ja, dat zou heel want, cool die, uh, want er, is, er, er is in ieder geval een storyline, ik zal het alvast uh, zeggen, er is een storyline in de comics waarbij Kang the Conqueror terugreist in de tijd naar zijn jongen zelf, om ja. te vertellen wat hij moet doen ja. om, om ja, ruler van de hele fucking universe te worden. En dat kind heeft zoiets van, fuck Brood. no. En die wordt een soort van halve Iron Man. En het is echt super gruwelijk. Bruut, welke, welke serie is dat? Ik ben heel even de naam kwijt. Ah. Maar uh, ik vertel het je naar de dingen. En sorry jongens, maar sneller Google vind je het ook wel. Tuurlijk. Leuk. We hebben een nieuwtje over dat uh, um, Kevin Feige was geïnterviewd of ergens iets dergelijks over. Of het uh, einde van Phase 4, dat ja. het eraan zit te komen. Ja, 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 ja zeker. Ja. ja. Dat, daar hebben we een nieuwtje zo meteen over. Uh, nee, maar ik wil het wel eigenlijk ja. over hebben. Toch? Dus daar wil ik het uh, wel even over hebben. Hij zei inderdaad: uh, de, de, Asburn Nearing, uh, phase 4. Dat is dus ergens volgend jaar is dat afgelopen. Ik wil het op het einde erover hebben. En is goed. Wat, wat het is met, uh, want ik moet wat spoilers over Multiverse Madness daarin okay. uh, verwerken. Om in ieder geval uit te leggen waar ik denk dat het heen gaat. En dat het toch misschien wel toffer gaat worden dan dat ik misschien in eerste instantie. Face 5. Ja. Phase nee, gewoon, uh, gewoon uh, de opzet daarvoor. Ja, maar, maar, de, de, maar de, 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 ergens heb jij natuurlijk een keer gezegd van uh, dit is eigenlijk weer een soort van reboot, dus dit is phase one. Dus het zijn veel ja. losse projecten. Uh, nou ja, dat, dat voelde ik ook heel erg. Het voelt wel als losse handen Laat ik ja. het zo zeggen, um, ik vind de series niet. De, de, de series... Nee, maar de series zijn verreweg de highlight van Phase 4. Dat is eigenlijk wat Phase 4 vet maakt. zijn de series, die films. Die, die, die zijn kunnen bijna gewoon gestolen worden. Ja, nou, maar het lijkt wel alsof die films... Of uh, de, de series veel meer tie-ins hebben. En, en natuurlijk ook veel meer crossovers. Ook uh, wat betreft characters. En, en nee, ik denk dus characters. eigenlijk dat, dat Phase 4 er inderdaad voor heeft gediend... om series gewoon te introduceren. Ja, en, en dat werkt voor mij op zich wel prima ja. hoor. Ik bedoel... Uh, en, en, en over films en, en shit die ik heb gekeken afgelopen week. Multiverse of Madness. Staat op, uh, op Disney Plus natuurlijk. IMAX Versie. En gelukkig, uh, want dit uh, doet Disney uh, Disney heeft daar wel een handje van. Volgens mij is dat bij. Um, correct me if I'm wrong, uh, jongens, maar uh, Captain uh, America Civil War. Heb je uh, uh, ook een IMAX versie, maar dat is soms IMAX. Dus dan Oof. heb je, heb je de, soms zulke scènes, gewoon ja. met zwarte balken bovenonder, en dan soms ja. volledig beeld. Ja, dan heb ik zoiets Derger. van, oké, okay, dit had ik niet moeten kiezen. Ik had gewoon voor de normale 21 x 9 versie moeten kiezen. Want dat hele tijd verspringen van het beeld. Weet je wel, dat is super irritant. Gewoon amateuristisch uh, en lelijk, vooral ja. Ja, vind ik ook. En um, bij Multiverse of Madness is gewoon de hele film uh, in, de, in de IMAX uh, te zien, dus dat is echt dat, dat een, een pluspunt. En nog een klein feitje: die, die, Dat grote monster Garganton met het grote oog. Ja, dat oog uh, is een scan van de oog van uh, onze Wanda. Oh, wat grappig. Dat is gewoon echt haar oog. Ja, dope. Dat is, dat, dat, ja, nu je dat zegt. Dan ik zie zo, Ah ja, dat, 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 zo ziet het er inderdaad wel uit. Er gebeurt wel iets nasty met het oog, maar oké. Okay, hey, whatever. Uh, Multiverse Man is dus gekeken. The Boys gekeken. The Boys wordt ook gewoon met iedere week fucking beter, joh. Ja? Oh, dat... nee, ik ben dus nu uh, seizoen 2 nog aan het doorploegen. Zodat ik uh, 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 seizoen drie oh, kan je gaan, moet, gaan kijken. Je moet het echt doen. Dit, ja, ik, ik weet dat je heel veel moeite hebt met deze gast. Ja, precies. Maar uh, hoe heet het? Maar daar ben uh, ik nu weer een beetje aan gewend. Ja, je dat echt een tyverslaar is die ik in het echt, misschien zelfs wel graag een pomp op zijn bek zou willen geven. Ja, misschien word je op je wenken bediend. Ik, 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 ik weet het niet. Oh, ik, ik, hoop... weet, ik weet het oprecht niet, hè? Oh. Dus uh, ik... ik hoop echt dat hij super hard sterft. Uh, ik, ik, ik hoop het ook eigenlijk. Maar eigenlijk ook weer niet. Ik ben benieuwd Want... trouwens, hoe die er in het echt uitziet. Of nou ook zo'n rotkop heeft. Ja ja, of... ja, ja? Ja, Alles Alleen zonder die blonde lokken, zeg maar. Ja, maar ja. no homeland en no party, wat mij betreft, hoor. Echt, <laughs> zeker weten. Zeker. Um, er is vandaag een nieuwe episode uitgekomen. Ik heb hem nog niet gezien. Uh, iets met hero-gasm. Uh, I'm not in the loop, dus ik durf niet te zeggen wat dat precies inhoudt. Maar ik heb hoorde je de iemand... orgie al gezien? Nee. Of zit hij in seizoen 2? Ik denk dat ik hem al heb gezien. Maar dan, als dat hem was, hm. dan was het een beetje mee. Geen superhero-orgie? Geen nee. purple jazz? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, dat zeker niet. Okay. Um, dus de boys... Ik ga het kijken en ga, jij moet het ook kijken. Ik zeg het iedere week, maar ik zeg het iedere week. Ik ben er mee je het bezig. ook echt moet gaan kijken. Nee, maar ik heb het ook uh, tegen de mensen thuis. Oh, wie, en wie? En 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 ik heb dan eindelijk Top Gun Maverick gekeken. Ja, jij bent yes. natuurlijk naar de bios geweest. Yes, vorige, vorige week op, vrijdag. Op hoge druk van een paar mensen uit de community. <laughs> ja, ik moet er wel heel zijn, even bij zeggen, sorry, uh, ik, had het ik, ik heb je nog niet teruggebeeld, maar. Jelle is niet serieus. Jelle is niet boos op jou. We, we, oh, was je echt? We, we chargeren ja. je altijd een beetje natuurlijk in de show. En uh, weet je, als ik zeg dat oh. jij met de hooivok en fakkels uh, <laughs> in de comments zit, dat we Tom kunnen <laughs> hebben. Je staat niet echt met de hooivok nee, en de fakkels daar. Nou, denk ik. Weet ik niet. Maar, <laughs> maar heel even, het is gechargeerd. Ik heb de film gekeken. Dat is dope. Ja? ja, hij was echt heel dope. Ja. Hij, hij is voor mij zeker niet de, de film van Jar, ja. uh, Zoals sommige mensen pretenderen. Maar het pretenderen ook. Ja, ik moet het vinden. Ik ja. wou net zeggen, dat is een verkeerde woordkeuze. Het, ik bedoel daar niks mee. Ik zag laatst ook dat uh, iemand vond hem, uh, heel veel mensen vinden hem vetter dan uh, één. Um, ik heb niet meer de tijd gehad om één te kijken. Uh, maar ik was met, de, met een groep vrienden daarheen uh, gegaan. En uh, die hadden wel Top Gun één gekeken, niet allemaal. En die zei, jeez, wat een slechte film. Jezus, ja, nou dat, precies, dat was de Oké, okay, van daarom is hij dus beter deze, maar... Het is dus misschien maar beter dat ik, uh, dat ik die ook niet heb gekeken, want dat, dat had misschien mijn mening een beetje gekleurd natuurlijk. Want voor mij, ik, de laatste keer dat ik Top Gun heb gekeken, was op Philips CDI bij mijn oom thuis. En dat vond oh. ik amazing. En dit, ja, ik weet niet, het voelt enerzijds oldschool aan. Gewoon, gewoon, ja... Ik weet niet, het voelt heel oldschool, maar dat voelt heel erg fris in dit huidige landschap. Ja, tuurlijk, zeg maar. precies. Na de 90s hebben we natuurlijk een beetje revival, en dit was natuurlijk 80's dan, denk ik. Maar als je inderdaad een film maakt in die stijl, en ook weet je, lekker ongecompliceerd misschien. Ja, 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 misschien wel, inderdaad. Zo zou ik het ook willen zeggen. En, uh, en, en, en ook niet meegaan in de tijdsgeest van nu. En, precies. En, dat zou sommige mensen dwars zitten, misschien. Maar mij als. Dat is niet wauw, want ik heb nog één, ik heb één donker, precies één iemand gezien. Nee, 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 het is gewoon inclusief, maar de nou. ramt je niet door de strot, weet je Precies. wel. En, en, en ik denk dat dat een heel uh, groot verschil is met veel films. Maar, dude, wat ziet Tom Cruise er nog steeds fantastisch uit? Dat, dat moet natuurlijk ook gezegd worden. Die man is, uh, denk ik, bijna 60 of zo. Dus, uh, Zeker. Dat <laughs> is echt insanity. Uh, vet, uh, vet karakter, ook Maverick. En uh, ja, de, de, de scènes. Ongelooflijk, uh, maar wat, hoe, hoe uh, legitimeren ze dat deze guy, inderdaad, die inmiddels natuurlijk ook in die, in die franchise super oud is, nog vliegt? Want dat gebeurt natuurlijk helemaal hij niet in het hij vliegt, echt. eigenlijk niet, nee, precies. Nee, daarom, ik bedoel, hoe, hoe legitimeren dus, er is wel een reden voor de, ja. dat, dat hij dat moet doen of zo. Ja, ja oké. Okay. Is dit een bios film? Zeker ik hiervoor naar de bios, zeker. Ik baalde eigenlijk van en uh, niet, als in multiverse match, hij over hier, je moet ervoor naar de bios. Had ik helemaal niet hoeven doen, namelijk nou, omdat het gewoon een visueel spektakel is. Mm. De, maar de, ik heb je letterlijk de reden gezegd waarom. Waarom omdat het één, leuk is. Dus dat is altijd een goede reden. Maar twee, ja. omdat het gewoon een visueel spektakel is. En dan, ja, dat, is dat op een, een groot deel, scherm. Oh, vind ik wel. Ja, vond ik wel. Oh, nee. Maar, um... Dit, ik baalde van wat ik. Ervan, ik uh, mijn vrienden wilden me om half acht kijken op vrijdag. Maar dat red ik niet vanuit, uh, vanuit Diemen. En dan nee. was het in IMAX geweest. Dus nu hadden we in een kleiner zaaltje gekeken. Dit moet je wel echt in IMAX kijken. Als je dat nog kan. Dat, dat is natuurlijk ook wel de, de vraag. Ja, omdat die lang. Uh, de films zijn niet zo lang meer in de BIOS tegenwoordig. Vroeger was het echt een soort van drie, vier maanden kon ja. naar de BIOS. Nee, misschien is het trouwens ook wel drie, vier maanden. Maar dan gaat, het, dan gaat de tijd gewoon snel. Maar ik Nee, die nog wel ze even zijn heen Voor denken. mijn gevoel. Ik weet niet of Anderhal. dat zo is. Maar ons gevoel is gewoon leidend ja, uh, in, in dit precies, soort dingen. Het is een gevoel. We, we zijn, we zijn, af en toe zijn we fact-based. Maar heel vaak zijn we gewoon gevoels-based. Ja, precies. Dus, uh, Carbon-based. En, en deze doet het cool. gewoon heel erg goed. Hè? Ik bedoel, de Top Gun vliegt uh, alles uh, voorbij. Panitended. <laughs> dus dus uh, die, die zal misschien ook wel wat langer in de bioscoop blijven. Maar ga dit ja. kijken in de IMAX. Want, want de actiescènes zijn echt insane. Uh, we hebben het al vaker gezegd, maar voor de mensen die het niet weten. Ze zitten echt in een vliegtuig. En een leuk het, verhaal. Het is geen fucking green screen. Nee, dat klopt. Ja. Het, het is niet een bijzonder het is, is, is gewoon van de 90s-movies en de late 80s-movies. Zo'n type verhaal. Het ja, nee, is gewoon fijn. Het yeah. is, is gewoon heel erg goed. Um, dat was van het weekend eventjes, eventjes. Top gum. Yeah. Ja, ga maar alsjeblieft kijken. Het, het was gewoon heel dope. Um, iets wat waarschijnlijk ook dope gaat zijn, is uh, Thor Love It Thunder. En ik, uh, ik schrok er een beetje van <laughs> toen, ik, uh, toen ik dit nieuws tegenkwam. God, wat gisteren was de première in Los Angeles. Ik weet niet of het in de Chinese theater was, maar maak ook uh, niet Wat? Sorry? Wat? Was gisteren de première al? Ja. Twee weken van tevoren. Ja, de, daarom zeg ik, ik schrok ervan toen Niks, ik het zag. Ik, ik schrik nu net zo net zoveel als jij, denk ik. Ja. Ik schrok er ook letterlijk van. Ja, ik nee. wist dat er uh, previews uh, waren geweest, omdat uh, er al reviews uh, of de uh, preview of review eigenlijk viewings, dat bedoelde ik eigenlijk, zijn geweest. Uh, maar ik wist niet dat die al uh, dat die ook echt in première is gegaan. Ja, ja, ja zeker. Gisteren was er Rode een première uh, in, uh, in, in Los Angeles, dus natuurlijk. En uh, de eerste reviews zijn binnen. En ze zijn uh, overmatig positief. Dus uh, dat is natuurlijk altijd goed om te horen. Um, al ben ik altijd wel een beetje bang met dit soort reviews. Van, dat mensen niet negatief durven te zijn. in de angst gewoon niet meer uitgenodigd te worden, bijvoorbeeld door Disney. <laughs> dat. dat, dat het blijft voor mij altijd een gevoel wat toch een beetje blijft kleven aan dat. En het is ding. niet alleen maar, dus de perscreenings zijn natuurlijk ook al geweest. Dan, hè? Dus dit was dan de echte Nee, Dit opers, waren ja. wel allemaal mensen die ook naar de, naar de première waren. Oh, allemaal. zo. Ja, Maar, en, maar dat, dat is ook wat anders. Ja, daar, daar zitten natuurlijk ook gewoon mensen die even gezien en gezien worden. Niet, oh, tuurlijk zullen er ook wel. Er zaten ook wel veel bij hoor. Ja? Ja, 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 zeker weten. Ah. En um, nou, de meeste mensen vergelijken het natuurlijk met uh, Thor Ragnarok. Ik bedoel, ja, dat, dat ligt ook wel voor de hand. Uh, natuurlijk, de vorige Tijker-Wattiti-film. Um, sommigen vinden Ragnarok iets beter. Sommigen vinden deze weer iets beter. Um, heel veel uh, veren in de reed voor Jane Foster. Uh, onze, ja, ja de, 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 dat schijnt echt een highlight te zijn. Ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe, hoe die daar inderdaad weer in, in wordt gemoffeld. Als in waarom zij ineens een soort van Mighty Thor is en, en, en wat dan ook. Ja ik, denk de, ik denk dat, ja, ik denk dat ze daar iets heel vets uh, mee hebben gedaan. Dus, uh, Je weet het al. Ik denk, ja, er de, de, de zijn, de zijn explanations vanuit de comics natuurlijk. Het volgt een bepaalde comic storyline. En weet je, als je al weet van de trailer: Thor is op zoek naar zichzelf. Yeah. Wie die nou wil zijn. We zien hem met een Ravager-jacket. We zien yeah. hem in een Asgardian-outfit. Uh, we zien hem in heel veel verschillende outfits. Hij is gewoon op zoek naar zichzelf. Yeah. En hij vindt zichzelf gewoon niet worthy. En dus gaat uh, Thor, zeg maar, de, de, de Mjolnir, de, 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 de krachten van Thor. Yeah. Die gaan op zoek naar iemand die wel worthy is. Oh. En ik denk dat zij worthy is. Maar waarom de fuck is zij worthy? Ze is niet eens een god. Ze is, ze is letterlijk een mens. Zonder kracht. Krijgt, krijgt, krijgt de, de, de Cap was ook geef. worthy. Ja, maar Cap was, was worthy. Super vision evil. is gewoon fucking. Uh, eh, ja. wat, wat printplaatjes. Ja, okay. <laughs> ja, maar die, die was super worthy. Ik vond hem ook worthy. En ik vond Cap uiteindelijk ook. Maar worthy. Is, is Vision Worthy? Ja. Want ik vond toch wel, ook wat Cap zei in die film. Of, ik weet niet of Cap het zijn, maar iemand anders zei het volgens mij. Wat als je Mjol in een lift zet en de lift gaat omhoog? Dat is mijn vision misschien meer vergelijkbaar. Ja, ja, dat is, dat is een goede. Dat hij gewoon inderdaad uh, geen zal heeft, dus dat het ook niet gejudged kan worden. Ja, um, misschien kan hij hem ook niet inderdaad gewoon gebruiken als zijn kracht, maar kan hij hem alleen optillen. Dat kan natuurlijk ook. Ik, ik heb geen idee. Uh, maar zij kreeg dus echt heel veel lovende kritieken. Uh, uh, Natalie Portman over haar Jane Foster en de uh, nieuwe Mighty Thor die zij natuurlijk is. Ook. Oh, okay. Heel veel uh, props over uh, haar en Valkyrie. Dat schijnt een soort van duo te zijn: kap-duo, uh, wat gewoon echt heel goed werkt, zeggen ze. En um, toch wel wat, ja, wat ik wel heel erg zonde vind: niemand, maar echt bijna niemand, heeft het over Gordon God Butcher. Nee, bijna niet. <laughs> <Daar zit hij. laughs> <laughs> dat is niet. Dit is het juiste plaatje <laughs> Uncle <laughs> <laughs> <ik> Fester, dude. <laughs> is fucking, we zitten hier naar Uncle Fester te kijken. <laughs> het is echt fucking Uncle Fester, maar uh, niemand had het over gore, gore butcher, uh, the God Butcher. Misschien dus mocht dat niet of zo. En jawel, oh. want uh, de sommige oh. mensen uh, die het er wel over hadden, Clayton Davis hier bijvoorbeeld, die zegt uh, very standard cookie cutter villain with Christian Bill. Live dus dat, dat is wel heel erg jammer. Zeker omdat uh, White die heeft uh, Gore the God Butcher uh, toch al wel de afgelopen maanden flink zitten oppijpen. Als dit is de meest scary villain die yeah? ik ooit heb gezien. En mensen waren bang op de set. Mm -hmm. ja. Altijd dat soort domme gelul. Weet je? <laughs> ja, maar daarom. Hij lult natuurlijk ook uit zijn nek. En, en wat hij natuurlijk, hij wil een vette actie comedy maken. Het schijnt ja. gewoon een comedy film. Er zitten wat dingen in de trailer dat ik ook denk van, nou ja, het is niet mijn ding. Weet je, dat die, dat die split, uh, soort van dingen uit elkaar. Daar heb ik zoiets van ja, het is een beetje, ik weet het niet man, met, met dit soort stuff in de MCU. Not maar MCU, maar in ieder geval, dat, uh, dat is wat het is. Hier zitten wel, wel een paar vette scènes in. En waar we nu naar zitten. Er is één iemand die die echt heel veel veren in zijn rijdt krijgt. Misschien nog wel meer dan Nedley Portman. Wat ik zo in de eerste instantie zie: Russell Crowe. Als Als Zeus. Zeus, Vet. Yep als Zeus en, en er schijnt en ik weet niet precies hoe maar dat hij dat hij ook uh, Namor de Atlantian uh, of wat dan ook uh, um, dat daar een soort van opzetje voor wordt ge gegeven dat durf ik niet, zeggen. Nee, ik niet zo zo las te zeggen dat was ik uh, gisteren. Uh, um, ja dus dat dan okay. ook, ook zo die de Submariner trouwens niet de Atlantian de Namor de Submariner de Aquaman van, uh, van de MCU ja, nee, daar, daar krijg je hele slappen van als ik dat <laughs> zo <Sorry. lacht> Ja, weet je niet. Ik, ik heb gewoon te veel assassinen. met je weet je. Ja, oké. Okay, nee, maar, maar ik hou er van. Ik hou van de zee. Het is niet toeval dat de diep het lulletje is bij de boys, hè. Dat nee, is geen toeval. Nou ja, ver, eigenlijk ergens niet inderdaad. Ja, behalve dat ik vind het wel altijd vet. Uh, ik vind uh, Aquaman, hè, de Aquaman, de, de, de films, niet sick. Maar ik vind uh, ja. Ja, de uh, uh, creatures uh, of, of superhero's altijd vet. Hij praat met goudvissen. Maar... Yeah. <laughs> ja, kan gewoon. Super nice. Ja, zeker weten. Uh, ik dan... zou willen dat ik me kan onttrekken aan de mensen hè, door ergens onder water te leven. Dat lijkt me echt geweldig. Ja, nee, uh, ik, ik niet. Nee, <laughs> ja, niet van kaart. Ik zou liever vliegen, gewoon. Ja. Als ik dan heel even wil ontrekken. Ja, dat kan hij ook. Vliegen gewoon, vlieg gewoon de luchten. Ja, het is gewoon een weird character. Niet ja. Uh, to ook was er nog even een interview met, uh, met Christian Bill En dat ging uh, voornamelijk over, uh, over zijn inspiratie voor Gore the God Butcher. En uh, hij bekende ja. gewoon heel eerlijk. Hij wist er niet zo heel erg veel van. En uh, hij heeft zich laten, vooral laten inspireren Sorry, over... Niet, niemand kent go de Gil but you got butcher. Nee, maar ik bedoel, van, op het moment dat jij die rol krijgt, kan je Dan wel. heel erg gaan storten in de, in, de, in, de, in de dingen. Nee, maar bijvoorbeeld bij, um, in eerste instantie werd dat zo gezegd bij Star Wars Obi-Wan, was die Grand Inquisitor. zei, kijk niet naar Rebels voor inspiratie van de Grand Inquisitor. Daar vielen heel veel Star Wars fans over, omdat... Hij keihard is in Star Wars Rebels. En yeah. los daarvan, het is een Star Wars Rebels-character, weet je wel. Yeah. Yeah. Maar um, daar kwam hij een beetje half op terug, een beetje slap. Moest. Maar ik bedoel, um, dus ik kan me voorstellen dat je daar uh, dan induikt. Maar um, hij liet zich vooral inspireren door wat Taika Waititi... Uh, wat zijn uh, gedachten waren over, over uh, dit karakter? En ze gingen uh, heel erg voor een Nosferatu vibe. Dat is, ja. uh, dat is een vampier. Ja, ja, vampier, Dracula vibe natuurlijk. En hier staat Tyke en I wanted to do a whole dance, which we didn't get to do, but we hadden uh, we had all this sort of Kate Bush stuff that we worked at. W waarom is Kate Bush in één keer? Ja, weet ik niet. Dat zo is zo weird. Hè? Dat, nou ja, ik vind het echt. Ik vind Kate Bush tof, Dus het is, ik gun het. Tuurlijk. maar het is zo weird dat inderdaad de hele wereld ineens door, door fucking uh, uh, Stranger Things. Nou, ik moet ik wel zeggen, dan is ze. Zullen dit misschien wel hebben gedaan. voordat dat seizoen uitkwam. Want het, die shoots zitten natuurlijk al lang al op. Ja. Dus dit was dan pre-Stranger uh, Things. Maar dat dan de hele wereld ineens aan de haal gaat. met iets dat al 30 jaar bestaat. Ik vind dat een beetje oenig. Oh ja, maar opnieuw ontdekt, hè? Voor, ik denk dat heel veel mensen het niet kenden. Nee. Bijvoorbeeld dat nummer. Maar van, dan ga je dan ben je niet genoeg. Okay, je, je kan niet elk nummer van de wereld kennen, natuurlijk. Maar ik heb zoiets van. Als je het nu helemaal meisje bent, dan ben je dus in je dagelijks leven waarschijnlijk niet echt zoek op, op zoek naar vette muziek. Nee, maar. Dan kom je het wel tegen. En, en dat is dus juist het mooie van toch wel series en films. Die kunnen je inspireren om in één keer die rabbit hole in te, in te gaan duiken. Ik denk dat je door, door dat soort dingen, door dat popculture stuff, dat je dit uh, kan gaan ontdekken. En zei ook nog trouwens, um, uh, van, uh, I think we uh, just realized they were never going to, be, to allow us to put it in the final film. En hij zei uh, <laughs> dat, dat hij de uh, Apex Twin video of Come to Daddy was een grote inspiratie. Ik heb geen idee wat, ik ken de Apex Twins, Window liquor. Ja, ik weet het niet. Maar waarschijnlijk <laughs> ja. hebben ze diezelfde gezichten ook een beetje in die, maar dat verweert man. Ik, ik heb geen erin. idee. Ja, inderdaad. Um, hij was ook nog heel erg opgelucht, want uh, in eerste instantie toen hij de rol had aangenomen, ging hij daarna pas googlen. <laughs> ook Hoe gek trouwens. Ja. ja, en um, daar schrok hij van, want Gore die, de die, die rent gewoon rond in alleen een stringetje eigenlijk, Precies. Like. That's it. Ja. En uh, daar was hij heel erg bang voor, maar uh, Taika zei al meteen, no, no worries, dat gaan we allemaal aanpassen, dat, uh, dat komt niet in de dingen. En hij vertrouwde het niet helemaal. Hij zei van ja, ik ja, ja. kan die wel dat... zeggen, maar ik sta voor een bluescreen. Ze kunnen altijd nog alles eroverheen Ook. gooien wat ze zouden willen. En het is daar wat is, dus misschien moet ik hem niet ja. helemaal serieus nemen. Ja, dat zou ik Ook als... dat. Ja. En hij wist niet wat de MCU was. Dat vind ik zo weird. Ik bedoel, tuurlijk, een man van zijn leeftijd kan ik me nog enigszins voorstellen, moeilijk, maar kan ik me nog enigszins voorstellen dat je niet weet wat de MCU is? Ik denk dat hij... Hoe oud is hij? 55, denk ik. Ja, nou, zo, zoiets. Kan ik me voorstellen dat je dat, je dat niet uh, weet. Als man in de wereld zijnde van 55, omdat je. Ja, oké, okay, prima. Maar als jij. 48, sorry. 55 zei? Ik zei 55, okay, maar 48. 48. Nou, ten, ten eerste dat. En ten tweede, sorry. Het is weet je, een van de grootste. Uh, nou ja. Dus en die hij werkt in, die in, in de industrie. Precies. <tot> dat, is, dat is hetzelfde als dat weet ik veel. Dat je inderdaad uh, 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 de, bij een snackbar werkt, maar niet weet wat een frikandel is. Dat, 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 dat is oenig. Ja. ja nee. Ik, 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 ik geloof het eigenlijk gewoon. Nee. Het, het kan niet. Zit, hij zit gewoon interessant te doen. Uh, uh, I, I ik denk het. Ik heb uh, nooit echt gemogen. Kan ik je trouwens eerlijk zeggen? Waar? Weet ik niet. Om, precies die, om dit door, soort dingen. Door die Terminator-video terminative video? Ja, je hebt de video van hem um, dan, daar is de sound recording van hem. Ah, er was hij een erg gewoon asshole helemaal los gaat op ja, iemand. Hij gaat, die, gaat vol uh, Tom Cruise. Op ja. 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 Nou, nah. <laughs> 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 dit ging verder dan Tom Cruise. Nee, maar daarom. Ja, nee, maar daarom. Ik, 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 ik weet het niet. Ik vind, ik vind in sommige rollen vind ik hem heel vet on screen, maar ik, ik, heb, ik heb nooit soort van ik ben nooit uh, weggewezen van hoe die in het echt uh, is. Uh, het interesseert me niet hoe die in het echt is. Uh, volgens mij is hij ook wel een lul. Maar en volgens mij is hij de... ook gewoon een super, super uh, dedicated vakman. Ja, yeah. en ik bedoel, dat kan niemand uh, hem ontnemen. Precies. En dan hij zei ook nog uh, dat hij absoluut niet twijfelde om uh, weer een nieuwe comic book character op te pikken. Hij uh, zei: Absolutely not, no, that didn't even enter into my head at all. I'd that's... read that uh, and people would go: Oh, look at this, he's, entered the, he's entering the MCU. And I'd go: I've done what? I haven't entered shit, thank you very much. Unlike the MCU, I had to ask what that was. is weird, man. Ja, yeah. nah, dat is heel. Wat bedoel ik? St Standaard lul. Maar het soort van, wat zei hij nou, dat hij wel of niet... Uh, dat hij geen enkele twijfels had om, uh, om ooit weer een nieuwe comic book uh, op te pakken. Dat heeft hij nu gedaan McGoor. Ja, dus en dat was het? Ja. Ja, oké, okay, dat snap ik dan ook wel weer. Ja, ja, tuurlijk. Ja, nou hij is natuurlijk wel heel erg, ook een beetje de serieuze kant ja. op gaan met serieuze. Nou ja, Hij heeft altijd van alles al. gedaan trouwens. Ja. ja, maar hij heeft nooit hele, het soort van, dit is inderdaad wel heel pop, -pop culture-achtig voor hem. Ja, 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 ja Batman ook wel. <laughs> Fuck, dat is nummer twee al. Ja, dus dus hij heeft het al een keer gedaan. Okay, nee, maar nee, wat ik bedoel... Ja, sorry, maar je sorry, hoe kan je niet weten van de MCU... als je zelf een DC-character ja. hebt gespeeld? Ja, Iedereen ja. heeft gelijk continu jouw werk met de MCU. Ook. Ja, ook zo. Dus ja nee, op. Op. Dat deed die Express. Je bent een beetje aan het liegen, ja. ik je beeld, Dat maakt niet uit. Het okay. um, nee, is oké. Vervolgens hebben we nog... Man. Jij kwam hier mee als laatste. Uh, Brad Goldstein... En dan vraag je af wie is Brad Goldstein? Die naam heb ik eerder gehoord. Dat is deze fucker. Dat is die man met een hele grote bek en een klein hartje in uh, Ted Lasso. Roy uh, Kent. Ja, ja. <laughs> Arme man, Kent. Roy Kent. En, um, en de schrijver ook uh, van uh, hij, ja, de serie. Hij is ook de schrijver van de een serie, inderdaad. Een van de. En. Um, ook hij gaat in de MCU. I've done what? Kijk, ja. je, zeg maar, die, 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 dat stukje tekst van, van Christian Bale, dat had je bij hem kunnen plakken. Precies, dat, dat inderdaad. No, bij thank deze, you very much. Bij deze rol, ja, zeker weten. Want in het echt is het gewoon een hele, volgens mij, hele sweet, uh, volgens funny mij ook. comedian ook. Dat, ja, uh, volgens ja. mij ook. Uh, maar hij, uh, hij maakt zijn intrede in de MCU. Althans, dit zijn wel grote, gigantische geruchten. Ja. Maar van Giant Freaking Robot. En uh, die zeggen dat hij is gecast als, uh, als Hercules in, ja. uh, in de MCU. Die ja, hebben natuurlijk laatst, hebben we, hebben we, wat de laatste was al heel lang geleden, maar hebben we comics meegenomen voor J.J. Uh, voor Weet je, en toen zei ja, hij: Ja, Ja, zeker, weten is hij, uh, Nog naar de stripwinkel gegaan, die is die halen, geen comics. Uh, maar daar zat daar Hercules ook tussen. Dus uh, dat was eigenlijk ook mijn eerste, want uh, ik kende Her Hercules natuurlijk als zijnde uh, een karakter uit de jaren 90 en 80 uh, films en series. Ja, maar hij is daarmee opgegroeid natuurlijk, weet je wel. Hercules, ja, uh, yeah, 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 yeah. ja, wel? Ja, maar dat, dus dat, ik mis... dat werd, werd gespeeld volgens mij ook door Arnold Schwarzenegger. Yes. <laughs> ja, dat you ik. kill all my family! And you kill all my people! Maar daarom, dat, daarom vindt hij dat vet, weet je wel. Hercules vindt hij vet. Hij vindt Conan, vindt hij bijvoorbeeld ook dat is het trouwens. Vet. Dat is Conan natuurlijk. Hm? Conan was uh, uh, Arnie. Maar volgens mij heeft hij ook Hercules. Oh, echt? Ja, okay, ja. Er is ook een andere duwt met soort van de donker haar en een donkere baard. Uh, dat is volgens, denk ik een serie of zo. Dat is in ieder geval iets dat ik in, de, in mijn young, uh, of misschien wel late, pre-teens heb gekeken, zeg maar. Ja, kijk, zeker weten. Ja? Hercules in New York. <laughs> ja, maar dat is niet. Oké, okay, maar dat is een soort van new school Hercules. Niet, niet oude tijd uh, gedoe. Of komt hij uit de oude tijd? hij komt denk ik uit ja, hij kom, de oude tijd. nou oké, okay. nou die, deze, die die shit heb ik nooit uh, nooit gezien. maar um, de, maar dus de, die die comic die ik, die we toen jij hebben gegeven, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik Hercules als een uh, als een soort van superheld in, in de Marvel. Uh, ik, vind, ik vind het wel vet hoe ze ook al die mythische... ik vind dat dus niet. vind je dat niet vet? nee. ik, ik, ik vind dat juist dat ze hun eigen staf moeten doen en dus alles wat 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 al bestaat. Om dat nou ook nog eens naar je eigen of naar, naar jouw comics te het, halen vind ik weird. Het, het is een beetje het erkennen daarvan ofzo. Ik weet, ik weet niet. Ik zou niet. Het is niet van goedkoop stelen, vind ik dat? Nee, want ze maken er wel echt wat van. Dat zeker. Ja. Ik vind dat dus ergens weird. Nou, ik, ik vind het heel cool. Um, hij, ja, waar we hem gaan zien, geen idee. Ik kan me niet voorstellen dat hij een eigen solo movie krijgt. Dus dan, dan zal hij wel ergens als. Ja, en de cameo wil ik niet zeggen, maar als supporting character uh, optreden. Nou, en is het in deze tijd? Volgens mij niet, toch? Volgens mij speelt Hercules niet in deze tijd af. Dus is het misschien in een flashback of in een alternate re reality. Een... I don't know, maar we hebben Zeus. Yeah. En Hercules is volgens mij de zoon van Zeus. Dat zou wel goed kunnen. Hij maar kan wel, wel een zoon van Russell Crowe spelen. Ja. Dat zie ik ook wel voor me. Grappig. Oh, dat zou het kunnen zijn. Dus inderdaad, dat, dat er toch iets. En omdat hij nu credit heeft gekregen, Zeus. Dat ze daar iets mee gaan doen. Ja, het zou, het zou, kunnen, het zou kunnen. Ik heb geen idee. Dus, uh, ik ben dus ook benieuwd, ze Dus inderdaad, die mythologie. Uh, gewoon eventjes naast de, 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 de Noorse mythologie en Asg Asgard reigen. Waar heeft die altijd gezeten? Heeft die ook een eigen realm? Jotunheim. Ik denk, ik, ik denk ik Asgard. Denk het wel. Be, be, weet ik veel. En, en, en dan dat andere. Waar was dat al die tijd? In zijn eigen realm. En helemaal afgesloten van de rest. Nou, blijkbaar, ja. Dat, dat uit moet uit de fans. Steeds... Ja, dan moet ik nog steeds even... Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar we gaan proberen... Ik ga trouwens nu even kijken wanneer de... Nu, na deze opnames. Ga ik kijken wanneer de press screening is. Zodat we daar... Ja, man. Op opgeven. Als het... Elke, elke dag voor 6 juli kan ik. Ja, precies. Ja, ja, ja. 6 juli. Dat is de enige dag dat ik die dag is. Maar meestal, uh, volgens mij is dat donderdag. Dus we kan niet vrijdag 7 juli kunnen we dat niet opnemen. Nee, maar meestal hebben wij altijd wel, uh, als we na, als het de première is en niet de, niet de screener, is het wel echt letterlijk de dag voor de officiële release. Klopt, maar ik denk niet dat we die, die krijgen we nooit van Disney. De, de Universal Thanks. Want die, die, daarvoor krijgen we altijd een, een invite uh, voor de officiële première. Klopt, ja. Maar van uh, Disney krijgen we die niet, want dan zijn we denk ik te klein. Disney. Te klein. Er is geen grotere nerd culture podcast. In de... Zeker niet, maar er zijn wel veel meer influencers en mensen met meer volgers. Ja, fuck die mensen, man. Die, ah, nou hebben, ja. geen, die hebben geen liefde voor de source nee. material. We Sommigen hebben, wel. Wij hebben liefde voor de source, material. nee, fuck ze allemaal. <laughs> ze doen allemaal alsof... Wij horen daar te zijn. ja, man. Hey, uh, vroeger, zonder pak. Vroeger, vroeger, vroeger had je, iedereen heeft het gekeken, jij hebt het gekeken, ik heb het gekeken. Shows zoals Erie, Indiana Zeker. En, en dat soort dingen. Noem maar nog eens een paar, want er Iets waren best dark. wel veel. Doe je fear, fear in the, the, yeah, the Dark. Fear from, yeah. Are you afraid of the dark? Tear, the from the crypt. Tales from the Crypt. Ja, sowieso natuurlijk. Uh, maar volgens mij Tales from the Crypt was al wel wat meer voor volwassenen. Eerie Indiana was wel echt oh, voor Oh, dat kids, is een kinderenserie. Ja, maar nou, is you vanuit... Afraid of the Dark was volgens mij ook wel voor ja, kids. En je had nog zo'n ding. Welke was dat rond dat kampvuur? Er waren heel veel series waarschijnlijk rond het ja, kampvuur. Het dat ze gewoon ghost stories gingen ja, st st vertellen. Uh, en je had de, ook de boekenversies daarvan. Oh, absoluut, man. En, uh, en, en een tv-serie. Goosebumps? Ja, zeker. Ja. Heb je dat nooit gekeken? Zeker wel. Ja, ik, ja, maar... ja, ik moest even goed graven, maar dat zet ook wel heel veel practical effects, weet ik. Ja, 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 vet. jongen. Ik... En af en toe lichtelijk scary ook, ja. De, absoluut. Ja. Ik zweer het, ja, Als kind... Uh, het, maar het was veilig scary. Weet je wel? Je weet van... Je wordt wel een beetje bang ja, gemaakt, ja, precies, ja. maar je ja. kan wel slapen vannacht. Ja, weet net je. Van. ja, precies. Je zal er even vijf minuten over nadenken. Maar nou, het was niet zo eng dat het je, je een, een nacht lang haant. Ja, precies. Goosebumps heet die, heet die serie. Uh, de Nederlands kippenvel. Ik denk dat iedereen kippenvel boeken wel eens heeft Zeker. Ik, ja. ik heb het moeten lezen voor school ook. En, en ik was er ook aan verslaafd. Ik las echt nooit boeken vroeger. Echt nooit, behalve kippenvel. Die heb ik echt uh, Ja, ik heb gelezen. ook veel kippenvels gelezen. Alleen omdat ze een mooie rood uh, ingelegd Ja, dat mooie ingelegde logootje. En dan ook nog een fijne glinstering. Ja, heel schijnende. Ja, ja, absoluut. Dat werkte. Die, die, uh, die boeken las ik altijd in de, in de auto, op de achterbank, naar Zuid-Frankrijk of whatever. Van uh, Arl Stein. Ja, en, en Arl ik, Stein. Ik, ik weet nog een keer dat ik, uh, dat ik een. Uh, een uh, dat is ook grappig dat ik het nu in, in mijn hoofd terugflash. Dat was uh, in groep 7 of 8 op de basisschool. Um, moesten we iedereen een presentatie doen? Ja. Ik had hem gedaan over uh, onweer. <laughs> Dat vind ik luip. Dat ja, vind, ik vind ik ook heel luip. Ja. Gisteravond ging het er even hevig aan toe. Ik zet meteen een raam open. Ik ook. Ik ga vaak op mijn balkon zitten. Ik, ik was nu, nu was het niet rond een uh, normaal tijdstip. Dus ik lag te slapen. Maar. Um, maar toen weet ik, er was een uh, meisje in de klas, Margot. En die had het over. Margot, als je zit te luisteren. Ja, sorry. Want. Uh, uh, oh. de, ja, nee. ik gooi het nu voor de bus. Nee, voor de giezelbus. nee, nee niet, niet <laughs> de, toen deed ik. Ik gooide het toen voor de giezelbus. Want ze zei van. Ja, dit broek komt van R.L. Stine. Dus ik zei. <laughs> STIJN! letterlijk gilder ik zo, door, die, door die klas. Uh, en toen zei ze... Oh nou, sorry hoor. Weet je dat is wel... En sterker nog, misschien is het wel een Duitser... en is het wel Stine, weet je. Weet ik. Ik, ik had zoiets van... In mijn hoofd was dit gewoon een, Amerik also, gewoon een Engels Volgens iemand. Volgens mij is gewoon Engels hoor. Ja, en ik was gewoon, ik was heel trots op het feit... dat ik toen al best wel goed Engels sprak. Omdat ik, ik soort van mental veel... Nee, famil, je, je, je uh, was niet trots. -team. Je was snobistisch. Ik was heel snobistisch... dat ik inderdaad al wist uh, hoe Engels in elkaar zat. Ja. We moesten op een gegeven moment... dat weet ik nog... Ik weet ook nog... Op een gegeven moment was een Weet je waar de RL voor staat, Robert Lawrence. Nou, dat is dan wel een Stein, dan gelukkig. Uit Ohio, Columbus, Ohio. Oh joh, ik dacht ergens in mijn hoofd had ik dat het een, uh, iemand uit Brittannië was. Weet je hoe die eruit ziet? Nou, dat, uh, ik denk uh, donker haar en een bril. Nou... Dat ja, bedoel als een, Nou ja, laten we niet heel erg typisch Ik wil dat niet zeggen. Het is, veel mensen uit Hollywood hebben dezelfde achtergrond. Laten we het zo noemen. Ik had hem wel iets rowdier verwacht hoor. Ja, niet, nee. nerdy. ik nerdy. Maar... Je moet hem even googlen als je, als je zit te luisteren of te kijken. Maar, um, uh, maar even kijken. Er was, oh ja, toen, en, en toen moesten we dus een beetje Engels leren door uh, een nummer over een hond. dat kom ik zo meteen wel op. Dok. Yeah, fuck, ik weet niet how much is that doggy in the window en ik had zoiets van, maar zit sorry ik, ik spreek beter fucking engels dan ik ga gaat hier mijn ik ga dit niet doen weet je ik ja. dit, sorry weet je ik kijk elke dag een soort van en ik hoef niet naar de, de ondertiteling ik was heel snobistisch dus ik, ik ging dat nummer niet lezen. het grappig is ik ook want ik, ik kon echt op hele jonge leeftijd kon ik echt al vloeiend engels bij, bijna vloeiend engels ga ja. ik het zo zeggen en in ieder geval verstaan Nee, ja, en uh, ik weet het nog. Ik was uh, uh, gewoon simpelweg omdat ik alleen maar cartoons in Engels keek. Ja. Ik kijk alleen ja, ik. maar films in het Engels. Nee, ik keek 18. Wat, wat vroeger... The 21 Jump film, Street. Bij, bij ons ook. Uh, bijna alle tekenfilms waren gewoon Engels. Ja. Die hadden nog niet de Nederlandse dub. En die kwam uh, later wel. Vond ik echt al... Zelfs toen al verschrikkelijk. Alleen Disney deed dat goed. Nederlandse dub. Klopt. Ja. En um, zo heb ik Engels geleerd. En ik weet nog. Ik was op een gegeven moment... Zo goed, ja. uh, Wij moesten in groep zes. Moesten we een of andere rare, rare Engelse show kijken voor om Engels te leren? Ik zei ja, sorry, mag ik wat anders kijken? Ja, en dan ja. mocht ja, ik mocht precies, iets anders ja, doen. Ja, ja, amazing. Ja, <laughs> oké, okay, zeg maar waarom je dit niet wil zien. En dan zeggen van yes, wel, because I already know this type of English. It's too easy for me. Ja, ja, wat, wat het grappige was, we, we kregen daarna dan een soort van test over dingen die in die en ik had die dus niet gekeken en ik nee. had gewoon tien na tien weet ja, je ja precies nice ja zo doen we dat nou dat was even onze humble break jongens we waren echt heel goed we waren echt heel goed in, heel goed in Engels. Ik, ik weet ook nog dat was op de middelbare is dat dan krijg je uh, Brits Engels hello there How ja. ja, en dan moest je zo overdrijven. Ja, maar ik ik zei, sorry, oh. maar ik, ik praat al een, een paar jaar Engels. En ik heb toevallig veel eten gekregen. Dus ik heb een Amerikaans accent. En dus mijn, mijn, mijn leren, rest had ik zoiets. Maar waarom praat jij als enige in de klas niet Engels, maar Amerikaans? Ik, nee, ik had dat niet. Mocht uh, ook hoor. Ik had, niet, ik had dat niet op middelbare school. Bij mij was dat op de hogeschool pas. Toen werd het echt brits engels En dan moesten we echt ook zwaar overdrijven. Hey, echt? Waar, ja, nee, waarom moet ik was... Brits Engels praten? Ja. Ik bedoel, ik moet Engels praten om business te doen, want international business management wat ja. ik deed. Engelstalige opleiding, omdat ik zo goed in Engels was. <laughs> Maar... Waarom beginnen we Nerdkratje <laughs> niet in godsnaam in het Engels? <laughs> nee. dat... Omdat het dat heel kut is. We hebben wel die hele Nederlandse accent. Nee, we hebben echt geen Nederlandse accent. Ja, Vergelijking wel. met de rest van Nederland hebben wij... We hebben niet zijn Even verder in het humblebrag. We hebben niet zo, uh, we je, we het hebben niet een break, Nederlandse hoor, maar... accent van uh, Greta of zo. Ja, Hello, of dat? I will talk to you today about uh, all the nerdstuff. Maar, maar wij hebben we niet. hebben zeker een, een Nederlandse accent. Doet. wij worden in Amerika ja? zo vaak wij? gevraagd waar we vandaan komen Amsterdam. En zo van, hè, niet Amerika? We hebben helemaal geen Nederlandse... Ja, maar waarom? Omdat uh, zeker in L.A. is het zo'n mengelmoes van allerlei, uh, weet je, uh, nationale, uh, nationaliteiten. We hebben geen Nederlandse dingen. Uh, Mark Rutte Mavo Engels, nee, dat nee, hebben wij niet. Nee, niet Mavo Engels, maar we hebben, we hebben Havel Engels. Mark Rutte Mavo Engels, ja, dat, dat bestaat niet. Engels. Nee, we hebben zeker een accent. En, uh, en, dat, en dat klinkt gewoon verschrikkelijk. Ik zou echt geen uh, ik show in het Engels doen hier. Ik wel. En, en, en why? We, de, de zijn nog, to reach a broader, nog broader audience. Uh, uh, Nul Nederlands staat daarin. Nerd Culture shirt. <laughs> Podcast. <laughs> Nerd shirts zijn er nooit genoeg van, trust me. Maar er zijn genoeg, uh, ja, ja, die van mij liggen in de was nu. Weet je waarom weer? Ik heb er weer fucking chocola op. Uh. Dat hoort ook wel, uit zo'n zo uh, basisschool drinkbeker. Nee, ik ik, ik, het? ik op heb die, ma die, die Magnums, double caramel. Oh ja. Maar het maar zit dus chocola, karamel en dan chocola. En dan neem je één hapje en dan Eheerlijk. altijd van die, van die kleine koortjes Die, die vallen op een shirt, omdat strak onderuit ligt er wel een <laughs> <laughs> ik denk, ik kijk, Voet op, op de, de bank. Ja. ja, precies dat. Anyways, uh, our, uh, goosebumps. <laughs> ja. Er komt een serie. Wat, wat ging hij doen? Een boek? Een serie? Um, hij is unleashed. Want hij gaat, uh, hij gaat eindelijk een, um, een comicboekserie maken. En uh, de comicboekserie uh, is vier issues, limited comicboekserie, Stuff of Nightmares. Ja. En uh, hij zegt, ja, en dat hij zegt cool ook daarbij: Ja, dat is een heel cool steltje. En hij heeft zegt: iets ook, Japans. heeft iets achter. achter. Ja, ik die, snap die wel wat je de... bedoelt. En we willen een collab gaan doen met een, uh, met een uh, artist. Ook voor nerdcultuur, ook voor Game Kings trouwens. Uh, maar ik wilde ook per se dat het voor nerd Culture was, omdat ik het heel erg nerd Culture vond. Dat is wel een beetje deze stel ook. Ja? Klopt, ja, klopt. Ik denk dat jij die persoon kent. Of uh, klopt. heb je het al gezien? Ja, ah, Boris okay. die, uh, die appte me erover. En dat is inderdaad een... Uh, we moet, oh, je wilde graag dat het ook nerdculture was. Ja. Dus we moeten een soort van combo. Uh, uh, Gamekings X... Uh, ja, uh, hoe heet dat? Uh, uh, nerdculture X... Uh, Boris wilde iets ik, met Gamekings. Ik wilde pers iets met... Weet je, je kan niet die stijl pakken. Nee, en dat niet vond ik ook heel akira, met, met, namelijk. ja, namelijk. Ja, heel erg. Toch? ja uh, uh, uh. Maar Stuff of Nightmares heet het. En hij zegt er ook bij... At last! I'm free to let my most horrific fantasies out. Hey kids, stay away from Stuff of Nightmares... It's is my first horror comic book work for grown-ups. Ghastly, Leip. gory, and I hope good stomach-churning fun. Ja, and, uh, en dus echt, echt heel zeker getekend. Ja, hij houdt het dus niet in. Hij houdt zich absoluut niet in. En uh, ja, ook, ook ja, die, die, die stijl is heel doop. En hier, kijk, die kan jij ja, dan weer niet zien. Maar het, yeah. is, het is ook gewoon... Zombies en een soort van mensen... Lekker met... weird, yeah. lekker gory... Goede eigen stijl ook, inderdaad. Ja. Dus uh, ik, ik ben oprecht benieuwd. Zijkt. Ik ga het uh, in de gaten houden, meneer Stine. Ik wou dan zeggen, ik ga het zeker in de gaten houden. En uh, Hen Comics, binnenkort kom ik uh, denk ik wel weer een keertje langs. Uh, I'm coming for you. Voor de mensen die het ook willen hebben, september 2022 kan je ze vinden in uh, je lokale comic shops natuurlijk. Altijd gewoon doen, man. Veel cooler. Of op Boom Studio Web Store, Comixology, Boom. iBooks, Google Play en Kindle. Maar. Koop gewoon, gewoon bij Comic uh, bij, uh, Boer. Altijd doen. Veel leuker. Um, dan gaan we naar The Lord of the Rings. The Rings of Power. Lijp. Dan komen we natuurlijk ook gewoon steeds dichterbij. En, uh, wanneer? Ik weet niet. Ga ik weer schrikken? Wanneer? ik eens even, ik even kijken. Ik hoop ook echt september. Of... Ik dacht eigenlijk september. Ja, 2 september. Ja. Dat, is, dat is ook al heel Oei. snel, man. Dat is uh, drie maandjes. Minder? Twee, twee, maandjes. Ja, twee maandjes. Twee maandjes we, we hebben... Um, het is nu echt een luw. Ik heb echt geen geen niet veel series die ik volg. Ik heb natuurlijk Star Trek en 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 weet het, Marvel en dat was nu even Obi Wan. Maar dat zijn maar vier series. Maar ik wil gewoon elke dag een, een of twee afleveringen kijken van iets wat ik volg. En dat is er nu gewoon. Omdat niet ik stream niet. kan ik dat niet. Maar de, dat zou ideaal zijn. Maar je je begint wel meer en meer te zien dat uh, shows wel een eigen dag aan het zoeken zijn, waarop, uh, waarop ze iets releasen. En dat vind ik amazing. Want ik weet gewoon woensdag Obi Wan dag, prima, ja. boom. Woensdag Obi Wan dag, vrijdag Star Trek Boys dag. Is, uh, ja we zien Star Trek is donderdag en eerst was maandag was, uh, was, uh, ja nee dat was voor mij was dat uh, Walking Dead maar ja. dat, dat is er even niet ja, meer. maar dat soort dingen vroeger waren er uh, die zijn nu weer even afgelopen dat had ik een paar weken geleden over dus dat al mijn favorite de shows waren gestopt de NCS, the Rookie al die shit 911. 1 1 dat waren gelijk al vijf shows Ja. dus dan en dat, dat, dat is nou ja dan heb ik al uh, uh, vijf van de zeven dagen voor de helft van mijn avond gevuld dus um, dus ik goed. mis dat ja. iets, uh, iets te... Kunnen uh, hebben om te kijken, dat is altijd goed. Uh, maar ze hebben al de eerste foto's gedeeld van orks van de Rings of Power. Hier ja. zien we die. Lijp. En ze zien er uh, enorm anders uit dan de orks van The uh, Lord of the Rings, die je kent van, uh, van Peter Jackson natuurlijk. Ook al uh, hebben ook uh, redelijk veel dezelfde mensen gewerkt aan deze orks. En het heeft dus simpelweg mee te maken dat dit uh, natuurlijk fair uh, voor uh, de originele Lord of the Rings uh, plaatsvindt. En deze orks. Die, uh, die hebben gewoon minder oorlogen meegemaakt nog. Ze zijn uh, ja, hebben... wat meer tribal. Uh, ze hebben kleren aan. Ze hebben uh, ander soort helmen. ze hebben ander soort kleding. Ja. Uh, het is ietsje minder de, 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 de clone troopers zeg maar. Uh, die vroeger allemaal een soort van. Of weet je, die later uh, in de dingen allemaal een beetje gestandardiseerd waren. Ja, ik zie er inderdaad wel echt andere. Design de, de ork zelf. ...zien er wel ongeveer gelijkend uit. Maar ja. hun, hun uh, attire is wel echt heel anders. Ja. En ik vind het wel een hele toffe stijl. Ja, uh, ik zei, heb nog nooit een rogue uh, uh, ork gezien namelijk. Die uh, we uh, I, onderzien. Ja, yeah, hij yeah. zegt ook erbij van... Uh, ...so this is early on. So for example if you go to past films about them... You'll see, ...you'll see them and they're quite battle damaged... ...and scarred and all that kind. Because there's been lots more battles... ...this kind of before the next range of battles... So, there's a lot more smooth texture. Nou, uh, dat zie je wel. Eentje met bijna blank blank huid, zou ik zeggen. There's still wrinkles sorry, and lines. Bit. Sorry, wit. Ja, yeah, sorry. There's still wrinkles and lines. Don't cancel me. And shape or form, but they're not so battle scarred. But they are dealing with some skin conditions because of their exposure to the sun. Because uh -huh. they're coming back out again for the very first time. So, it's all a bit new. That's why they're not as dark skinned, necessarily not as muscly. En dat is Battle Worn, as you'd seen in previous productions. Nee. Dus dit is echt een stijlkeuze ja. op basis van de lore uh, van The Lord of the Rings. Mag record. ook wel een keer hè? want het is ergens natuurlijk altijd een beetje. Uh, ik ben natuurlijk fancy, nou, dus ik kan heel veel verbloemen. maar een beetje weird altijd als je uh, een, een, een kleine human ziet vechten tegen uh, Azog the de deviler dat je denkt van ja, I don't know, dan moet je wel een hele sterk mens zijn, weet je? Ja, ja. Dat, nee, no, no fucking way. En, en, zelfs, en van zelfs een elf zelfs dat je ik tegen de hulk en... gaat vechten, weet je? Precies, ja. dat ja, dat is uh, weird. Maar wat, zi wat zijn orks nu? Want het is niet zo heel erg duidelijk wat het, wat het nu precies volgens mij is. Tuurlijk wel. Wat dan? Het zijn, het zijn uh, uh, elfs, uh, elven. Uh, uh, het waren ooit elven en, en Morgoth. Die heeft ze um, corrupted. Uh, Bij Dark um, Powers? Ja, to, ja. Om, om voor, voor, voor hem te, het leger te zijn. En um, ze zijn uh, altijd in agony. Want ze haten daarom Morgoth ook een beetje, omdat ze dat dus is aangedaan. Maar daarom, ze, ze haten zoveel dat ze gewoon mensen willen beuken. Maar hier staat. Meanwhile, wat, er zijn twee uitleggen. Uh, en, je hebt er nu eentje. En de andere is van Tolkien Silmarillion. Mm -hmm. En die zegt dat Morgoth uh, Orks heeft uh, gebroed door uh, elfen te vangen. Ja, het komt dus van elfen. Ja, maar niet corrupted elves, maar letterlijk. Oh, uh, ja, hoe, elfen... uh, spaar me de details. Also, ik weet niet hoe ze turned zijn. Maar, uh, want ze komen inderdaad soort van soort, uit zaks, weet je. Ja, het staat inderdaad, bad Orcs from captured elves during yeah. the first age. However, Tolkien himself ultimately rejected this idea. Oh, nou ja, maar in, in ieder geval... Because Morgoth could not create living creatures of independent wills. Oké, okay. maar dan, dat heeft hij toch wel ergens gedaan, want dat is hoe fucking orks zijn bestaan. Ontstaan. Maar uh, uh, misschien gaan we het zien in het de komt van. Of power. Nou ja, volgens mij gaat dit uh, daarover over Morgoth. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen, namelijk. Dus We, we uh, gaan ook de allereerste ork-women zien. Female orks. Ja, ik wist ja. niet dat er geen female orks worden. En dat is wel heel grappig dat ze dat. Ze hadden gewoon nu kunnen zeggen dat ook in uh, de serie of in de films. Gewoon female orcs zaten. Maar die hoeft namelijk niet per se voor zoek uh, te hebben. Nou, ze, ze zeggen, uh, we gaan hier gaan we exploren. Ook wat de orc women hebben gedaan in, in die periode. Want waarom weten we niet zoveel over orc women? Simpelweg: orcs zijn de head of bread voor wars en ja, battles. Dat kunnen vrouwen ook. Nou, ja, nou, zij zeggen dus van niet. In de, in de, ja. Gevaarlijk tolkje, je ja, wordt we... nog gekend. Ja, toch tien? Ja, maar ik bedoel, nu, je had gewoon kunnen zeggen dat al die Peter Jackson films gewoon dat er ook vrouwen tussen zaten ja uh, nobody would know nee <laughs> je, daarom wie, you... dus dat is oh, maar niet maar, ja, maar zij zeggen hier dus wel van uh, er is wel wat meer traditionele uh, mannen en vrouw uh, verdeling tussen tussen mannen en vrouwen, mannen orks heb je heb je een kans om er maar in te koppen als er. nee maar het, is, het was altijd al uh, inclusief uh, mannen en vrouwen, de ork women zijn net zo nou, op... ik ben blij dat ze dat niet doen en ik ben blij dus dat ze nee zelf ik vind iets het ik vind het dom verzinnen. Ja, dat weet je nog niet. We weten nog niet wat, wat, wat het idee van hen is. Nee, maar ik bedoel meer van wat ik zeg. Dus je hebt, je hebt een keer de kans om te zeggen van oh, maar dat was, al, was altijd al zo. En er dus niet zo'n groot punt van te maken. En nu gaan ze er alsnog ja. weer een groot punt van maken. En sterker nog, op een fucking uh, conservatieve manier ook nog. Ja, ja, ja maar ik, ik, ik ben wel benieuwd. Weet je, Dat is niet weinig interessant om te zeggen. Ja, want al, uh, Jawel. Al te nah, dat is altijd altijd. Dat is de vette inkopper geweest. Dat is gelijk die hele is, inclusivity dus, verhaal: de beukje dan gewoon het een soort van. makkelijkste inkopper. In. Dat vind ik niet cool. Hey, uh, ja. Wat ik wel heel cool zou vinden... is... Uh, niet als hij dit voor zijn laatste film zou maken... maar Quentin Tarantino... die heeft ooit... een film gepint uh, gepinched? Gepitched? <laughs> ik ben zo goed in Engels. Ja. <laughs> er was weinig Nederlands accent in die pinch te vinden, hoor. Uh, hij heeft ooit een, uh, een film gepitched aan uh, Antonio Banderas. Spaans spreek je ook? Ja. Uh, ja, ja, ja. Uh, hola, tres, supermercado. Telebanco por aquí. Maar well, die uh, he heeft ooit een uh, film uh, gepitcht aan hem. En dit klinkt fucking amazing. Ik wil het zien. Ik heb het niet. Het is een Django sequel. En ja. het is een Django Met Zorro, Zorro ja. sequel. Ja, ik vind Zorro dus echt een droplul. lul. Ja, Wat een domme kut Dude, dude daarom, daarom moet fucking hij ermee aan de slag gaan. Want heel eerlijk. Wie, van wie is deze art waar we nu naar kijken? Ik denk uh, Gemaakt, of een concept of, of is een, is een comic. Een, misschien is er ja. gewoon een comic van. Of een ja, graphic novel. Zo. Misschien is een graphic ja, maar, novel. Sorry, maar Zorro is toch echt een fucking neppe fucking karakter? Maar Quentin Tarantino heeft juist toch wel een beetje uh, de, de, de kunst om shit uit jaren 70, 60, 70 te pakken. En dat. En wat altijd zeker. een beetje oenig is, ja. toch cool te maken. Zeker. Ik denk zeker dat hij dat had gekund. Ik denk het ook. Maar dit zou dus wel de eerste keer zijn inderdaad, dat Zorro tof is. Want ik heb, ik heb, ja, ik heb Zorro precies. vaker gezien. En, en ergens was het echt gewoon de grootste fucking clown die ik oong. Het vond ik fucking... het gewoon cool om te zien. Ja, ik ook ergens. Weet je waarom? Omdat het iemand was in een zwart pak in een woestijn. Ik had zoiets van: dat is weird. Ja. En hij heeft een masker op. Maskers zijn, vind ik, nog steeds vet. Want ik kijk naar superhero stuff. Dus ik hou van maskers. Maar dan heeft hij zo'n domme ronde hoed. En een cape. En, en, een, en, een, en, een, en een rapier. Gewoon zo'n zo zo schermprikje. Ah, kunnen we nog één keertje de concept kut. art kijken? Dat kan. Dat denk ik wel. Kijk, als hij zo'n masker zou hebben, zou ik het veel vet vinden. Zou al cooler zijn. Ja, ik ja, ik deze deze, deze leek Nee. Ja, maar ja, hoe zouden sommige uh, kunnen dat prima hebben? weet je? Als ze groene maar... huid hebben, wel ja. Bijvoorbeeld. ja. Maar nee, ik, ik, heb, ik heb Zorro altijd wel echt een beetje een dork gevonden. Maar, en, maar dus je hebt gelijk dat hij dat juist inderdaad op een coole manier dan kan doen. Ik denk dat hij dat heel vet had gedaan. Uh, wellicht dat we het ooit nog gaan zien. Je weet het natuurlijk nooit. Het kan ook gewoon zijn dat, uh, dat Quentin Tarantino na zijn tiende en zogenaamd laatste film gewoon doorgaat. Dat kan natuurlijk ook. Kan zijn dat iemand anders. Dit oppikt ja, of dus dat hij niet meer uh, uh, dat wat hij heeft altijd. Um, nee, dat is niet waar. Ik wilde zeggen, hij heeft altijd uh, original films gemaakt, maar hij heeft natuurlijk ook. Hij heeft wel een keer een vervolg gemaakt en hij wil wil uh, ja. dus, ja. dus. Ik maar ik had zoiets van misschien is dat uh, een echt vervolg, natuurlijk. Ja, dus het in hetzelfde universe, maar was het uh, ja, maar het was bedoeld als een film alleen. Uh, het was is niet, dat een, maar dat telt dan wel als een als van zijn tien. Ja, dat wel. Oké. Okay. Okay, misschien is dat als het ooit een bedoeld was, als het één film, dan, dan kunnen we daar misschien. Uh, een... Uh, Then we can see je through the fingers. hij uh, uh, dat, dat uh, niet sequels Maar dan bedoel ik dus dat hij tien films altijd gewoon original uh, film adaptations hebben willen doen. Maar kijk, ze daarna... nu, nu zijn we al aan het schipperen over. Ja, maar ja, dat, uh, dat is volgens mij nog meer. Het gaat, gaat aan hem. Wij mogen schipperen. Wij mogen bedenken. wat Hij de gaat, de gaat de ook schipperen. Dat ja, vind ik helemaal prima. Ja. Nee, maar dan kan hij dus bijvoorbeeld deel 2's gaan maken, of sequels of prequels, of uh, uh, adaptations van andere. Franchise die al bestaan, zoals Star Trek. Ja, please do. Nou ja, ja, absoluut. Absoluut. Uh, de, de synopsis, de hele korte synopsis van deze film zou zijn dat uh, Django, die is natuurlijk een bounty hunter en die gaat gewoon verder met zijn, uh, met zijn werk als bounty hunter. En hij uh, gaat op een gegeven moment naar de American Southwest en daar komt hij deze man tegen. En, uh, Was het in Amerika? Uh, Zo? Nee, dacht Mexico. Maar ja, mensen kunnen ook van de Mexican border naar Amerika. Zeker, vooral toen. En andersom. Toen was dat niet zo moeilijk. Ik bedoel, je gaat ook niet zeggen. Django in uh, Mexico. Huh? <laughs> nee, nee. Dat is waar. Dus ja, <laughs> nee, Ergens vind ik dat minder gek trouwens dan. in Amerika. de andere kant. Nee, ja, is ook wel zo. Maar in mijn hoofd was dat gewoon een beetje vrouwen met ro rode jurken en hij in zijn pak. En dat was altijd uh, in Mexico. Maar misschien was het wel New Mexico of zo. Ja. En uh, hij, hij komt er in ieder geval uh, uh, achter. Dat uh, uh, leert hij hem kennen. En het is letterlijk de eerste man die tota die tegen. Die totaal onconcerned is met de color of his skin en uh, hoe kan holden hold his own in een fight. Uh, ja, de, ik, van mijn gevoel was dat Christophe Waltz ook wel al een beetje natuurlijk in Django. Die gaf volgens mij ook niet zo heel veel om zijn huidskleur. Of was het juist om zijn huidskleur? Ik weet het niet meer. Zo'n tijdje geleden. Uh, maar vervolgens wordt hij uh, aangenomen als uh, bodyguard. En dan komt hij erachter uh, in een gevecht met de uh, local indigenous people. Dat uh, uh, niet alleen black people. Uh, uh, slachtoffer waren van slavery en, en um, dat hij samen met Zorro die shit gaat fixen. Ownen. Oh, ja, waarschijnlijk één groot bloedband op, op het einde. Dat ja, <laughs> ja, is nice. Grappig, ja. G G ja. Ik, uh, dat mag je best gaan maken. Hoor. Ik, ik had graag willen zien met Antonio Banderas. Nee. Jawel, jawel. Sowieso, man. Nee, een jongere iemand. Nee. Ja, ja, nu. Ik denk dat het... Oh, hoe, hoe, hoe oud is het Django? Dat zal ook wel iets van 12 jaar zijn. Nee, nee toch? Jawel, denk het wel. Ja, 6, 7? De tijd vliegt, hoor. Ja, het is vreselijk. Ik ben, ik ben zo meteen over, over, weet je, over, over 400 afleveringen zitten. We hier en ze zijn weer ineens fucking opa's. En dan ben ik nog steeds alleen. En, en uh, zit ik voorzichtig naar Super Superhero, de deeltjes 15 te kijken. 9 jaar ah. geleden. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Dus, het, 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 het valt nog mee. Nou, ja. Vind ik al te lang. Ja, nee, daar, daar sluit ik me bij aan. Uh, over andere toffe matchups en, en characters. Ik weet letterlijk nog waar en hoe ik die film heb gekeken. Dat is fucking weird. In de bioscoop? Nee. Oh, ik heb wel. Eerste keer gewoon in mijn, in, mijn, in mijn oude huis, voor dit huis. Ik, was, ik woonde er net. Uh, uh, ik weet nog letterlijk hoe het eruit zag. Dat ik weet letterlijk waar ik zat in de bioscoop. Rechts van het midden. Ja. En rechts zat mijn vader, links had mijn broertje. En je Engels was heel goed. En mijn Engels was heel goed. Ik hoefde de ondertiteling eigenlijk niet te lezen. Nee, die nou, mocht ze voor had mij had uit... het voor mij uit kunnen zetten, ik had het nog gevraagd. dat ja. ja. ging dan het ze helaas. toch niet doen voor je broertje en voor, ja, voor je vader. Nee, het grappige is wel, ik, ik zet soms wel ontitelingen aan bij, uh, bij films of series die ik aan het kijken ben. Simpelweg omdat ik niet, soms niet kan verstaan of zo. Klopt. Weet je wel? En, uh, maar dan zet ik altijd de Engelse ondertiteling aan. Ik ook. Want omdat het Nederlandse ten eerste soms heel slecht vertaald is, al is dat de laatste jaren en anders heel veel leer je ook worden. niet hun slang. nee maar ik bedoel van het helpt je alleen maar Precies. lees ik net zo goed uh, liever Engels nou, want uh, Engels is gewoon heel goed <laughs> ja het, <laughs> ik denk dat het nauwelijks beter kan ik denk dat mijn Engels beter is dan mijn Nederlands ik denk dat wel eens We nee, hebben natuurlijk ook en Engels, uh, Engelse uh, 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 vriendinnen gehad dus op een gegeven moment hebben we ja. ook gewoon jaren Engels gepraat ja. Dus. Nee, dat. waar ja. maar, maar, maar sowieso spelling en grammatica is in het Engels echt makkelijker dan het Nederlands. Dus uh, dat wil dat ik sowieso te zeggen. Maar er is een uh, limited. Volgens mij, ik weet niet of die limited is, dan moet ik niet uh, onzin gaan lullen. Maar er is in ieder geval <laughs> een uh, comic book serie Edge of Spiderverse. En het is een soort van uh, vijf-issue serie. Ik weet niet of het limited is, dus, dus er kan mogelijk ja, nog gewoon een vol gaan komen. Het, het, het getal vijf is vrij limited. Ja. Als in, in quantity. En uh, dit is een boek, uh, of uh, een issue, met iedere issue drie verhalen over Spider-Man variants. Ja. <laughs> en er de, de, de bestaat een Spider-Man T-Rex. Spider-Rex. Ja, Spider-Rex. Ja, ik vond het biggetje nog wel leuk, maar ik begin, begin dit een beetje dommig te vinden. Ik weet het Heerlijk. niet, ik kan er nog niet over oordelen. Ik heb ook oprecht niks met Spider-Pig nog gelezen of gezien. Nee. Behalve Spider-Verse natuurlijk, maar da da daar is hij meer een cameo dan, dan dat hij echt uh, een rol speelt. Uh, dit is Spider-Rex. Iemand heeft dit bedacht en een verhaal over gemaakt. Uh, het moet een heel kort verhaal zijn, want het is een van de drie verhalen in, uh, in een issue. Ja. Ik ben wel benieuwd, man. Is het een groot Rexje denk je? Ik denk dat ik hem ga halen. Ik denk dat het... Nee, ik denk dat het een... Klein reksje. Ja, ken je die van Tekken 3 nog? Hoe heet die ook alweer? Rex? Nee. Drax. nu moet ik het weten, want anders word ik echt gek. Dat kleine dinootje in Tekken 3. Ik de hele tijd storing over de microfoon. Hoor jij dat ook? Dat. Er is iets met telefoon. Ik zit wel hier met mijn telefoon. Volgens mij is er gewoon hiernaast iets. Hiernaast wordt er gestofzoogd. Dus dat kunnen ze ook, maar sorry daar als jullie dat horen. Gon? Gon heet G-O-N. Ja, kijk. Gone. Oh, die. Ja, oké, okay, dat is Jesus Christ. Dat is echt weer een hele andere dan ik in mijn hoofd had. Ja, ja gon, daar, daar lijkt hij op. Um, deze zitten er deze zitten bijvoorbeeld in. Uh, er zitten Felicia's Hardy's Night Spider. Dat ziet er best wel dik uit. Ik weet niet of we daar bierrol van hebben. En ook Craven the Hunter as the hunter spider. spider, Ja, precies. En die heeft echt hele gruwelijke fucking shit aan. En gewoon een Spider-Man Dat ja. dan weer wel. Leip. En uh, er zijn, zo zijn er nog meer. Zo is er Aranja. Spider-Man Noir, die kennen we natuurlijk wel. Spider-Gwen en Spider-Man India. En die komen allemaal onder andere Dat voor. Dat is een domme naam: Dat is Spider-Man. India. India. Ja, snap ik. Maar Th ik denk niet dat die zo... Spider-Man India heet. Nee, maar. dat, ik dat, dat, dat <laughs> snap ik. Maar ik bedoel, daar hadden dus ze wel wat, wat, wat normaler over kunnen schrijven. Maar uh, dit is natuurlijk ook allemaal met opzetje naar Into the Spider-Verse, toch? Het uh, zou kunnen. Zou kunnen dus Sommige dus, kijkers van daarvan gaan we terugzien. Natuurlijk. Maar dit is wel een Spider-Verse ding. Ja, het ja. Ja, heet Edge of Spider-Verse. Ja, dus, ja. dus volgens mij zijn ze daar gewoon een beetje dat universum van Into the Spider-Verse en de volgende, hoe heet die? Across the Spider-Verse. Ja. Uh, zijn ze daar hier een beetje mee aan het, aan het spekken, denk ik. En of nou precies, dit zullen niet. Misschien elke karakter terugkomen, maar gewoon om daar wat meer lore en, en, en connectie mee uh, te, te maken. Ja, ik vind het in ieder geval heel dope. Ik ga het checken. Ik ga checken of uh, Spider-Rex tof is. Op, uh, op 3 augustus moet ik schijnen in praat? Amerika. Of dat hij alleen maar... Doet. Ja, we, we zijn los van Engels, zijn we ook heel goed in T-Rex t, t het doen, ja, Kunnen we nog wel wat in leren. Ja, denk je? Ja. Nah, hij, hij praat denk ik wel. Ja? Yeah? Dat denk ik wel. Kan goed haast toch? Ja, nou, ik wou het zeggen, anders is het helemaal kut. Ja, maar hij schiet ook gewoon uit zijn korte dus yeah. ja, Maar hij kan ook niet dit doen. Nee, dus hij moet het gewoon zonder. Ja. Hmm. Ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. We gaan het zien. Uh, 3 augustus, dus uh, komt hij uit in Amerika. Dus import, give or take, een couple uh, dagen. Weet je? Dan, uh, zie je, ik kan ook dagen. heel goed uh, Engels Week. en Nederlands met uh, bij elkaar... Uh, weeks. <laughs> weeks. It takes weeks, man. Yes. Uh, Dan, Netflix komt met een real life Squid Game. I wish... Uh, maar uh, wel een soort van. Ze komen met uh, een, een reality serie uh, genaamd ook Squid Game. Met de grote cash prijs. In tv-geschiedenis. Wat voor eigenlijk ook binnen. niet waar is. Ja, voor één winnaar. Maar niet voor uh, collected. Uh, voor gezamenlijke cash prizes was. Was het fair Nee, want dit is een gezamenlijke cash price, want Ja, maar daarop dit is één. Dit is 4,5 miljoen dollar. Wat ze kunnen verdienen. Voor de winnaar. 4,56 moet ik zeggen. Yeah. Want 456 spelers beginnen hierin, uiteraard. Uh, maar er was ooit eerder een, al een programma dat uh, Record Deals uitgaf: contracts uh, voor 5 miljoen dollar. Ja, maar niet één. Toch niet één uh, 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 prijs. Dat was gewoon, volgens mij, was dat uh, uh, dingen samen. Dus over alle afleveringen of, of, of wat dan ook. We kregen misschien de, de, de winnaar. Kregen. Dat durf ik niet te zeggen, maar. Dacht ik dat het bullshit was. is. Want Fox's X Factor has given out recording contracts ja, worth 5 miljoen. Maar maakt ook niet uit. Want dit is ook niet voor één winnaar. Althans, als we als de regels van de spelshow aanhouden, niet. Want dan kan je volgens mij nog ervoor kiezen om met z'n drie, dacht ik. Of haal ik nu het einde helemaal overhoop? Om met z'n drieën bijvoorbeeld die cash te delen. Geen idee. Um, ik vond een gruwelijke serie. Dat moet, dat moet ook echt gezegd worden. Het was ook een enorm succes. Uh, het is populairder dan uh, Stranger Things bijvoorbeeld. Serieus? Ja, de, Stranger Things staat op plek 2. Dit is plek 1 nog steeds. Weird. Ja, dat, dat zou ik ook niet 1, 2, 3 zeggen. Um, maar ja dit, 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 ja, dit gaat gewoon een beetje alleen worden. Dit wordt toch gewoon 4-factor. Alleen dan met 456 man in plaats van 5... Ja, ik, ik wil wel zo zien pijn lijden. Ja, dat het de harten Bek gaan. Ze zullen niet doodgaan natuurlijk. Nee. Dus maar misschien één keer, eentje aan een hartaanval zomaar. Maar... Dat is al teleurstellend. Ja, ergens is toch. Het, maar dat bedoel ik. Ergens zet je het al op voor teleurstelling. Omdat dit veel gruwelijker is dan, dan die serie gaat zijn. Dus ja, dat, uh, dit wordt inderdaad een beetje waarschijnlijk. Maar al moet ik wel zeggen, ik hou wel van... Ik kan wel goed kijken naar, naar uh, Aziatische spelshows. Waarin gewoon een beetje sadistisch gedrag maar wordt Maar dit is gegeven. geen Aziatische spelshow. Geen Aziatische. Spels. Nee. Ja, maar oké, okay, een Aziatische spelshow. Letterlijk. Uh, hommage Jij bippo. kan je aanmelden. Jij ook thuis. Ja, jij. Uh, bij SquidGameCasting.com. De enige voorwaarde is. Nou, er zullen vast wel meer voorwaarden zijn. Maar uh, de voorwaarde is wel dat je Engels sprekend nou, bent. Dat is voor ons toevallig. <laughs> toevallig heel goed. <laughs> nou, we zijn niet Engels sprekend. We zijn heel goed Engels sprekend. En Amerikaans sprekend ook eigenlijk. Nee, <laughs> ja. dus, uh, ja. uh, je moet Engels sprekend zijn. Uh, dat, dat, is een, uh, dat is een mandaat. Uh, en dat is toch ook. Uh, los van de mensen die doodgaan in deze spelshow. Ga ik heel even vanuit. Um, Spraakt ook Koreaans natuurlijk. Dus yeah. Het wordt uh, wel enorm westers gehijacked. Ja. Yeah. Uh, een ineens... cultural uh, appropriation. <laughs> een soort van eigenlijk wel. En, uh, maar, maar je mag wel in je eigen taal spreken. Zolang je maar Engels begrijpt. Dus uh, je krijgt die speaker vanuit. De spelshowmaster die zegt wat je moet doen om de spelregels uit te leggen, die zegt ja, nee, het verstaan. Dus dan. je moet het kunnen verstaan. Ja. Ik denk dat wij het heel goed kunnen verstaan. Ja, dat zelfs zonder onttiteling. Ja, hij hoeft het niet twee keer te zeggen. Maar dan schreeuw je het normaal. God voor de tief is gewoon als je op je bek gaat of zo. Maar je kan ook met mensen. Stel, wij zouden met z'n tweeën in zitten, kunnen wij gewoon Nederlands praten. Oh, dat is smart. Zo ons toch niet verstaan. Precies, dat is wel goed. En wij verstaan hun wel, want wij verstaan best wel veel taal. Dat is stiekem best wel goed. Precies, back to the future. Keer je... Ja, jongen, dit is echt blasphemie. Niet wat we nu zien. Ik kan niet zo goed zingen als dat ik Engels kan. Maar nee, bij ik. deze: Een uh, keer terug, back to the future in 2023, jongens. Ja. op Broadway ja. <laughs> als musical. Ja, dat, 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 en, hè, we hebben het vaker gehad over een soort van, dit moeten ze niet gaan remaken of dit of dat. misschien ja. of, of, of Het gaat gebeuren, man. Het gaat, het gaat gebeuren, gebeuren ja. inderdaad. Zeker bestaat. weten. Maar ik ben nog steeds infinitely meer psyched voor een, um, een sequel, bijvoorbeeld. Hè, dat ze misschien, net zoals met Ghostbusters hebben gedaan, dat je oude Marty en weet een oude je, Doc... Het, het gaat sowieso gebeuren. Weet je, daar twijfel ik niet over. Ze moeten want, hem niet gaan remaken. Want in, in Hollywood is er geen respect voor niks. Zeker niet. Echt voor helemaal niks. Dus hier hier gaat sowieso nog iets voor komen. Want maar daar ben ik dus. Er is nog... een of andere spreadsheet manager die ruikt geld aan ja, deze ja. franchise. Dus het gaat gebeuren. Het gaat dan gebeuren. gaan wij, op een gegeven moment, als wij ook ooit een DeLorean hebben, dan gaan we terug in de tijd om die guy dood te maken. <laughs> Maar dat uh, uh, is ineens een fucking death threat naar uh, iemand die ja, nog iets weet heeft ik, gedaan al dat hij nog niet de heeft Dat is overduidelijk een geintje natuurlijk. <laughs> Tenzij we een DeLorean hebben. <laughs> Precies. Maar uh, uh, nog steeds infinitely er voor dat, voor een, voor een reboot of een sequel, dan een fucking versie van. Niet een reboot. Uh, als ze het doen. Alsjeblieft, doe het dan maar op de Ghostbusters. Ja, dat bedoel Laat ik, maar dat is echt ook ja. een boot, toch? Of een, het is, ja, maar zo'n software-boot. Ja, dat het bestaat in het universum. Ja, de dat. characters bestaan. Dat. Ze worden niet desecrated door. Nee, bedoel, door de... Ik bedoel, wedding voor de kit van Marty McFly. Uh, met fucking hoe heet ze? Dat lijkt me ja. super tof. Dat, 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 mag. dat zou wel kunnen, ja. Maar die hebben kids in de ja? future van Biff. Oh, inderdaad, ja, precies. Nou, ja, daarom. Dus dat, dat er daar weer wat mee gebeurt en dat ze terug moeten naar wat dan ook. Weet je, dat, dat, dat kan, dat kan fijn. Maar uh, de nieuws is dat je langskomt. Doctor Strange Ja, omdat het een multiverse is of zo, dat zou zomaar kunnen ja, is. Wat anders, ja, het is geen time traveling. Oh. Um, nou ja, maar doe ik dit, dit? is een andere, dit gaat over wat anders, maar de maar, uh, musical, dat is echt dat, dat is de worst. That's... Nou ja, dit trouwens, het, 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 het zingende, niet, zingende doc. Ik, ik grijp gewoon elke excuus aan om gewoon heel even over Back to the Future te hebben. Dus ik heb de, dit nieuwtje erin gezet, ja. We gaan het niet hebben over de musical. Nee, die moet dood. Ja, die, ja. Moet die moet burn. Die moet ook jinx zijn, net zoals een koffieautomaat. Dat wanneer de, de nacht voor de première gaat, dan gaat de, de, de blok in de fik. Ja. Geen, dode. nou, maar nee, de hele geen doden. De maar wel de hele tijd. Maar wel dat mensen zo geschrokken zijn dat ze dit nooit meer doen. Precies. Ja. <laughs> <laughs> uh, dan, last but not least, want uh, we gaan hierop nog heel even door. Kathleen Kennedy onthult dat er een tweede seizoen van Obi-Wan mogelijk is. En wanneer iemand dat zegt van een bepaalde studio, dan kan je er al vanuit gaan dat we gewoon een tweede seizoen krijgen van Obi-Wan, natuurlijk. Uh, ik moet zeggen: jammer. Enerzijds. Niet omdat ik Obi Wan niet cool vond, maar meer van dit was goed zo. Doe het alsjeblieft. Blijf er niet aan trekken. Er zijn zoveel meer verhalen te vertellen in het Star Wars Universum. Ja, dan dit ene kleine zandbakje. Kan, kan nog steeds ook bij Obi Wan. Hè? Dat hij bijvoorbeeld op een gegeven moment gewoon nog eventjes ergens anders iemand anders gepadden heeft. En, ja. Uh... ja, ja. ja ik, ik ben er niet heel erg uh, enthousiast over. Maar uh, het is meer ze zegt: uh, weet je, als de vraag naar enorm is vanuit uh, de doelgroep. En uh, wij zien ook een reden om een goed verhaal te vertellen. Dan zullen we dat absoluut doen. Um, en uh, nou, dat is eigenlijk al gewoon je startschot dat we gewoon een tweede seizoen gaan krijgen. Um, ik vind het jammer, niet omdat de serie dus slecht is, maar meer van um, we blijven wel heel beperkt op Tatooine en, en ja, met de wel. Skywalkers en la, laat het rustig. La. En want ze hebben al vaker gezegd dat ze dat zouden gaan doen, uh, juist uh, de Skywalkers uh, saga en wat dan ook loslaten. Ja. Uh, maar je kan dus ook hier, hiermee, uh, een beetje Reva krijgt de eigen serie naar nou verluid uh, misschien. Ja, uh, dat lijkt me wel zeker. Ja, maar en, en al dat soort dingen. Misschien komt dat je daar, daar kan je ook. Misschien is dat wel Obi-Wan Seizoen 2 bewijzen van. Weet je, ze hebben natuurlijk laten zien dat ze crossoveren kunnen ik bedoel, met, uh, uh, met uh, Boba Fett, Fett was eigenlijk ook een soort van. Man uh, man ja, man ja, daarom is dus dat bedoel ik, dus dat ze dat op die manier wat meer uh, subverhalen gaan vertellen. In de ik vind die manier van storytelling vind ik op zich wel, wel nice. Ik ook. Ik vind het heel cool dat er cross-references in zitten. Ik vind dat 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 dat, dat het wel hoort. Uh, alleen inderdaad is het gewoon nog steeds heel veel afleveringen. Um, zelfs van de Mando, wat misschien wel het hoogtepunt is, maar zijn gewoon under par. Okay. Ik wil het nu hier uh, achter ons laten. Ja. Want ik wil, ik wil het hebben over de laatste aflevering ja. van Obi-Wan. En dus daarmee ook met de serie. Dus nu komen er uh, spoilers. Yes, jongens, uh, vanaf dit punt... Dan gaan we Obi-Wan, de laatste aflevering, spoileren. En als je de laatste aflevering nog niet hebt gekeken, ben je dan wel een fan. Je moet wel echt een heel goed excuus hebben, wil je hem nog niet hebben gekeken. Um, en we gaan daarna nog heel even kort over de Multiverse Madness en Phase 4 hebben. Maar alle, alles met spoilers. Ja. Komt-ie, Obi-Wan. Dude. Jij oh my god. Je en oenig en En ik, vond, ik zat toen, ik hem gisteren Waar gaan we mee gekeken. beginnen? Nou, ik... Nee, we beginnen met het vette. We moeten beginnen met het vette. Want anders... Ja, ik weet niet precies wat je het het doet met het moet... vette natuurlijk. Maar het soort van, ik, ik nee, wilde het, het oenige... gewoon in general hebben over de, over de, de aflevering. Dat, dat kan ook. Maar met het dan geef ik al dingen ook weg van wat er vet aan was. Ja, oké. Okay. Dus dan wil je... Nee, wat ik vet vond, is dat deze aflevering een hele andere fucking vibe heeft dan de rest. Het Hij was, was prettier. Dark, ja, maar Veel sikker geschoten. Het had een hele aparte cameravoering. Die daarvoor was het vrij... Nou ja, bijna sopie en recht toe, recht aan. Ik heb het letterlijk gecheckt. Ja, ik heb uh, letterlijk gezegd al de hele tijd uh, tijdens deze hele uh, Obi Wan serie. Debert Chow yeah. kan geen actiescène schieten. Wel dus. Ja, ineens. <laughs> Dat is wat, het is wat, uh, ik heb ook gecheckt inderdaad. Uh, uh, aflevering uh, al, alle zesde afleveringen zijn ook door dezelfde persoon gesinematografeerd. Uh, 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 raar toch? Fucking weird. Wat we daarvoor battles en zo. Hey, kut te schudden met die camera ook. Weet je, was wel heel goedkoop gebeurde nu ja, ook shit. wel. Maar op de een of andere manier, het keurde fit. Het, ja. het was het was zo'n fucking coole battle, uh, uh, die daar natuurlijk tussen uh, Obi-Wan en Vader uh, gebeurde. Shh. Ik denk, dit is sowieso een van de top drie beste lightsaber battles in stand, precies. Maar insane dat, dat er Ik zomaar vind het vetter dan Revenge of the Sith ook. Die uh, weet je, de Obi Wan en uh, Anakin daar vechten. Zeker, dat, dat is het ook. Dat 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 dit. Maar dit was dit was echt een hele fucking vette fight. Uh, ik moet ook wel zeggen, Maar dus dat is het zo weird dat ineens. Uh, ik zat gisteren na te Ik heb er wel gewoon van Ja, dat snap als ik weer. Ja, 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 dat dat ene moment. Nee, het is dus echt één moment en het ja, dacht, kippenvel, echt kippenvel. gooi dat er hierna even in. Want, want wat ik dus zo gek vind is dat die serie die wordt hyperbolisch beter. Ja. Dus uh, deze twee waren. Echt Echt crab man. Nou, nee, ik vond drie ook saai. Nee, maar uh, dus vond het ik vond vrij fred, fred, maar een beetje zo. All... Drie werd wat okay, leuker, ja. hè, 20%, 30% leuker. Vier, Vier werd doop, vooral na de helft, de na de tweede helft. Op een gegeven moment, als de, die, die chick dood gaat, ja. dan vanaf dat punt op de een of andere manier verandert de serie naar iets tofs. En niet per se omdat ze doodgaan, maar vanaf daar zat ik van: hé, hey maar ineens wordt er beter geacteerd. Zijn de scènes vetter? Ja. Uh, heeft alles meer inhoud? Is het niet zo dom geacteerd? Weet je, ineens werd het veel vetter. En dus de helft van, van, van aflevering 4 was, 5 was, uh, uh, bedoel ik, was, uh, was sick. En aflevering 6 was, was echt heel erg goed. Ja, en ik zei van uh, ze slecht in uh, actiescènes op de laatste aflevering na. Uh, op één ding is wel echt pleuren slecht. Echt, echt, echt lachwekkend. Kinderlijk pleuren slecht alle chase scenes. Alle chase scenes in deze hele serie. Letterlijk ook nog in de laatste aflevering met Riva die achter Luke aangaat. Super oh, is... dom. Echt super. Echt, ze bewegen allemaal met drie kilometer. Ja, 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 ja en ze worden ja, altijd opgehouden. En ze raken altijd degene kwijt. De wie ze aan. Ja. Echt heel slecht. Oké, okay, maar dat ja. moet niet. Oké, okay, nu, nu, nu echt. Je echt favorite kippenvel. misschien wel oh moment ooit? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Vertel. Wat was dat? Letterlijk, uh, Obi-Wan, die, uh, die, die maakt op een gegeven moment gehakt van, uh, van Darth Vader. Ja, wat ik een beetje ongeloofwaardig vond, omdat hij stoppen, was de hele serie, stoppen. was hij weak en ineens... Maar hij heeft zijn connectie met de Force hersteld. Ja. En dat is ook waarom hij in één keer wel Qui-Gon kan zien. En, ja. en daarvoor niet, bijvoorbeeld. Ja, was ook vet uh, trouwens. Ja, even Liam en toch wel even de ja, Force Ghost. Maar die zag iedereen aankomen. Mm. Nee, ja, We hebben het er juist hierover gehad van, nou, ik denk eigenlijk dat het er niet in zit. Yeah. Nee, Ik zei post-credit. Dit ja nog bijna it, ja, weet je ja, ja, ja. uh, uh, en hij hij maakt een beetje gehak van Darth Vader en op, op een gegeven moment hij, uh, hij raakt een masker Pff, ja. net zoals in uh, volgens mij was het rebels met uh, met de die dat ook deed bij Anakin en wat krijgen we we krijgen Hayden Christensen die een fucking Oscar verdient. Zeg maar hoe Een Emmy bedoel je Duim, dan eigenlijk? Maar, ja, eigenlijk een Emmy. Maar ik bedoel gewoon alleen even. Die man kan naar mijn mening in ieder geval niet Star Wars acteren. Weet je, de andere shit heb ik niet van hem gekeken. Want hij zit niet in heel veel high profile stuff. Maar we zien half zijn gezicht. Ja, je ziet letterlijk dit stukje. Je ziet een stuk oog en dan doe ik heel veel smink. Ja, dude, ik krijg exorcist vibes. Oké, oh, Echt, ja. Exorcist vibes. En uh, op een gegeven moment zegt hij ook: No, Obi-Wan, you did not kill Luke Skywalker. I en dan did. zie je op een gegeven moment. Ja, nee, maar er zit er een pauze in. Ja. En je ziet dat die oog van hem ook. En dan kijk ik hem strak aan. Echt strak en heel groot. Gewoon die cinematografie alleen al van dat shot. Ja, dat Ja, die scène, was. ja. ja. nee, het was En het, dan zegt het. hij: I did. Ja. En, en je voelt van. Het is echt niet Anakin Skywalker. En de, Klopt. Het is echt niet Anakin Skywalker. Maar... En hij reageert ook erop... The, then my friend is truly dead. Weet je ja. wel? Net zoals... Wat uh, ik ook gek vond... Hij, is ze dat hij gewoon wegliep. Zinnetjes uit de prequel. Klopt. Om, maar dat is wel gek. Waarom, waarom liep hij toen weg? Om de, wil, waarom ja, heeft dat, hij hem niet gewoon afge, afgenokt? Dat, dat, dat is het onige ervan. Maar letterlijk dat ene shot en dat hij gewoon met die pauze en dat hij zegt, ja, dit. Uh, ik denk uh, dat maar, het misschien een van de vetste shit is die ik ooit heb gezien. Yeah? Oh, Hoezo dan? Want hè, het is gewoon de scène. Omdat scene, maar... het zoveel meer maar... dit nu. Er was voor mij altijd Klopt. iets van. Ja, oké, okay, snap van wat je De transformation van ja. Anakin naar Darth. Ja. Is niet geloofwaardig. Is het ge Ik bedoel, van, er gebeurt veel. En misschien zijn motivatie, waarom die uiteindelijk uh, Palpatine zal gaan dienen... om zijn vrouw te redden, ja. misschien wel geloofwaardig. Maar hoe snel en, en ja. de manier waarop dat ging, geloofde ik nooit. En nu is het van, hij is gewoon zo bezest door een dark entity. Ja, gewoon Precies. Darth Vader ja. is niet Anakin die de dark side nee. uh, gebruikt... Darth Vader is Heeft Anakin overgenomen ja. Of zo. Ja, dat was heel vet inderdaad. Oh my god. Ja. fucking hell. <laughs> ja, doof. ja. ja nee, gewoon... dat wel. Ja. Maar Ik gewoon ook het... die blik in zijn ogen. Het was zo goed. Het was ja. echt Horrors. Dat was een horror shot. Ja. Ik, en ik vond het amazing. Ja, wat, dat had ik dus ook. Hè. Het begin van die scène of sorry van die, van die serie die deed heel weinig voor um, de lore rondom uh, Obi Wan. En op een gegeven moment kwam Vader in. Toen zeiden we al van, nou ja, weet je, het is een vette presence en het is wel echt weet je, Ze doen Vader goed. Ja. Nou ja, dat, en, en Vader is altijd wel goed, goed gebleven. Maar uiteindelijk voor de laatste aflevering had je nog steeds Ja, de uh, Darth Vader en, en Obi Wan en ze zijn. Ja, hij maakt een en... cameo. Ja, Weet beetje, een... en het zijn hele coole cameo's. Ik vond de, de fight one. namelijk uh, met Reva Vond ik ook heel tof dat hij gewoon soort van, hij stond er als een soort van ninja. Gewoon die, die shit een beetje soort van te dodgen en gewoon een zwaar tegen te houden. En ja. Dat soort dat vond ik heel, ook een toffe fight. Maar de, dat kwam we gelijk alweer bij de Unig shit. Hij laat aanleven voor de tweede keer. Ja. Weet je, want. Uh, en, hij, en hij zei dat hij het al wist, Youngling. Dus hij wist al dat, 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 dat Reva uh, die jungling was die hij ooit heeft gespaard. Ja. Zitten wel wat aardige heen en weer flashbacks in. Die vind ik niet slecht gedaan. Nee, nee, nee zeker niet. Maar um, ik wil van. Kijk hoe brut hij met alles en iedereen omgaat. Ja. Misschien is en, nou en we dat dus weet een, weet een reden ook, voor... We we. We, ja, oké, okay, maar dan had je die nu wel moeten vertellen. Ja, zeg maar. ja of je ziet dat in seizoen 2. Ja, het, ja ik denk dat ze daar nog over na moeten denken. Want het was gewoon niet zo... Het was weird. Ja, maar dus de Henry, Revenge... Hij is natuurlijk ook uh, gericht op Revenge. Ergens... En ik ken niet... Of uh, Vader dus eigenlijk. Um, dus misschien snapt hij dat. Dat hij zegt... <laughs> ik, ik, ik geef haar de kans <laughs> ik, nog steeds om een keer mij te murderen of zo. Ik weet het niet. Zoiets. <laughs> vind... Maar het is raar. Nee, ja, maar, gewoon, dus, ja, zij dus, dus, de, was legt hij echt iedereen om de die, die, die. Zij Ten was... eerste weten dat die Anakin Skywalker is. Oh, ja. Want dat, want ik, mijn voorspelling aan het begin van de serie was. Um, Darth Vader vermoord. Re Reva, simpelweg omdat zij weet dat hij ja. Anakin is. En waarschijnlijk weet ze dat hij Anakin is, omdat zij die uh, makkelijk mind kan readen, weet ja. wel? dat Dat vooral haar voorspauwer. Ja. Uh, nou laat haar uh, voor de tweede keer levert achter. Okay, Net zoals whatever. dus uh, 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 Obi Wan. Um, ja en voor, van Obi Wan achterlaat. vind ik het kwalijk. Ja. Want voor Obi-Wan is gewoon, oké. Okay, de eerste keer op Mustafar. Uh, Mustafa, weet je, je laat daar letterlijk inderdaad Anakin achter, die je broer was. Je ziet hem verbranden, je denkt dat hij dood is. Ja. Weet je, je, hetzelfde als. Weet je, als je radvakt in je huis en je durft hem niet dood te maken omdat je. Het <laughs> doet pijn. Ja, 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 ja. Ja, misschien is dat het. Gewoon van. Uh, dus hij gaat vanzelf dan, wel dood. Ja. Ja, weet je wel. Dus dat geloof ik wel, dat hij dacht dat Anakin dood ja. was. Prima, je komt er ook achter in de serie wat hij leeft. En hij beleeft het yeah. allemaal helemaal opnieuw. Fine, prima. Vervolgens, alle death and destruction die Anakin uh, uh, veroorzaakt als Darth yeah. Vader. Oké, okay, dat heeft hij op zich weten. Kon hij niet weten, maar oké, okay, daar dus is hij semi-verantwoordelijk voor. Ja. Yeah nu voor een fucking tweede keer, waarbij hij oprecht bevestigd krijgt van, dit is niet Anakin. Dit is niet, niet ja. Anakin. Nee. Er zit geen slider meer van in. Hij is vermoord door Darth is Vader. Is dus uiteindelijk wel zo, natuurlijk. Hè? Want helemaal aan het eind van... Nee, dat snap ik. Maar dat van, weet hij niet. Nee, maar hij weet al wel, oh shit, vorige keer heb ik deze man laten, le uh, laten leven. Het universum heeft een tol betaald. Alle fucking Jedi zijn dood. Alle younglings zijn dood. Ja. Deze man is een moordmachine. Ja. Als ik de, de galaxy wil favor wil doen, dan, ja. dan moet ik hem doodmaken. Ja, precies, en hij, hij zei, geeft bevestigd: Then my friend is truly dead. Ja. Nou, oké, okay, ja. maak hem dan af. Ja, weet nee, je weet de, we weten natuurlijk dat dat niet gaat. Dat, dat kan natuurlijk niet. Je, nee, het kan, het kan niet. Gebeuren, maar. maar dat is dus het oendige ja. van als je dit soort shit gaat doen. Klopt. Want hoe voelt, uh, voelt uh, Obi-Wan zich nu over het feit dat Alderaan uh, in episode 4 ontploft wordt door de Death Star? Be gebeurde dat? Ja, die de Death Star blaast Alderaan op. De planeet van Lea en waar ook die vader en die moeder zitten. zit in deze serie? Nee, absoluut 4. Oh, in vier. Vier. Sorry, ja. ik dacht, episode 4. ik dacht dat je in deze oh, serie... Oh nee, Dat is 4, Nieuw Hoop. Heb ik, dat heb ik gemist. Ja, oké. Okay, ja. Weet ja. je, dat heeft hij dat ook ja. wel op ja. zich gemeten. Want, hoe heet het, Darth Vader, die vangt Lea. Eh, en dat was waarschijnlijk niet gebeurd als, ja. als Darth Vader dood was geweest. En dan dit. Uh, en dit keer ook nog eens, omdat hij het uh, liet leven... Uh, heeft hij ook nog eens de levens in gevaar gebracht van Luke en Lea in de in deze serie ja dus, precies je, er was geen enkele sterker nog uh, hij maakt hem niet dood je ziet in de scène daarna zit Vader met de, met, met de emperor te praten. Ja Hoezo? Ja, hij voelt zich natuurlijk even defeated. Dus hij gaat, maar hij kan gelijk weer naar fucking. Hij, ze leven nog. Dus Dark Vader kan een soort van hij doet zijn nieuwe helm op en hij, gaat, hij vliegt weer naar fucking Obi Wan toe om weer met hem te gaan knokken. Ja, waarom ja. gebeurt dat niet? Hij, hij gaat letterlijk naar Leia toe zegt van, het is oké okay nu, you're safe now, ja, het is over. Maar waar, hoezo waar, is het over? Maar waarom doet hij dat niet? Uh, dat, dat vond ik wel goed uit. Hoezo is het over? Nee, maar dat vond ik goed uitgelegd. Dat was in het gesprek met de Emperor. Oh, hij zegt jouw wraak yeah. op Obi Wan. Dat is niet jouw wraak. Nee, Dat fair. Is Anakin's wraak. Anakin is dood. Ja, weet je? ja toen en... zei hij: Van nou, oh, het doet me inderdaad niks. Ja, ja precies. Fair. Dus de, da, daar kon ik me leven. Maar, oké. Okay. Obi-Wan, wat heeft hij nu geleerd in deze fucking hele saga? Dat hij, een hij heeft van geleerd: een, uh, body, boy, je moet je niet bemoeien met Force-sensitive children, je moet gewoon de Force maar zijn gang laten gaan. Want als je je ermee bemoeit en het gaat fout, dan gaat het heel fout. Want dat heeft hij meegemaakt met Anakin. Ja. Anakin, die, die, die hebben, ze, uh, hebben ze zich mee bemoeid en hebben ze geprobeerd de Jedi van te maken. Wordt letterlijk de anti-Jedi en vermoordt alle fucking Jedi. Ja. Reva, bijna hetzelfde. Ja. Weet je, ook gevormd door, 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 door de Jedi. En, en uiteindelijk ook, een, ja, niet zoals Darth Vader, maar gewoon ook de verkeerde kant op. Dus wat doet hij maar letterlijk? Om, de, om, om nee, maar, dichtbij verder te komen. Nee, om hem nee. ooit een keer dood te maken. Ja, maar. Is, en along the way. Super word je gewoon boos. <laughs> ja, ja, nee, maar ze is, is gewoon ook corrupted door de dark side. Ja, oké. Okay, en wat leert hij dan aan het einde van, van deze aflevering? Hij heeft geleerd: oké, okay, je moet je niet mee bemoeien. The force will find its way. En hij gaat ook naar uh, Owen Lars. En, en hij zegt ook: Ja, ik heb geleerd. Ja. Ik ga niet Luke trainen. Precies. Ik laat jullie met rust. En, ja. en dan loopt hij weg. En dan Eén zeg film hij, later! Weet je, je zien? <laughs> nee, maar letterlijk, één film later <laughs> komt hij daar alweer op terug. Dus hij heeft het niet gevonden. Ja, geen okay, een film later. Maar, maar ik bedoel, daar zit wel veel jaar tussen. Want nu is de. En ik ken. Luke nog een kind. Dus waarom hebben we die, die arc dan meegemaakt? Ja geen idee <laughs> ja, nee, dat komt dat dat ga je zien is het is het een pas, dus hele vette zin in maar het is ook een beetje oendig. ja Weet maar wel de, wel de, de, he de he hele aflevering de hele serie is vrij ondacht uh, tot en met dus inderdaad de laatste aflevering die wel echt heel sterk was maar en en er zaten echt heel veel dingen in van oh, he said the line he said the line ja, ja, ja. hello there en, ja, ja, ja. en ook van then ja. my friend is truly dead en dat is ook exact de nee, ik vond die hello there heel tof ja dat uh, die my friend is truly dead uh, ja daar had ik niet zo heel veel mee maar ik vond die hello there dat vond ik heel tof ja nee, er waren al, een aantal van dat soort dingetjes en toen had ik wel zoiets van... Oké, okay. je legt het nu wel heel dicht bovenop, maar ook bijvoorbeeld dat hij zegt: Van uh, nee, Lea, we kunnen geen contact met elkaar houden. Maar if you ever need the help of an old man, ja, okay. really a new hope. Oké, okay. weet je wat? Wat, wat bedoel je nou daar is? hij de oude man, zo oh, so. ja, je, yeah. je mag ja, okay. geen contact ja, okay. met mij ja. hebben in de komende 30 jaar, ja. maar als je ooit echt de hulp nodig ja. hebt voor de ja. oude, man, ja. oude man, dan komt hij wel. Ja, fair. Okay. toen maar on de nose. Weet je? Oh, niet voor mij, hè? Oh, voor, nee. voor mij wel. Ja, ik, ik bedoel, niet... we weten wat er gebeurt. Ja, dat weet ik man. uiteindelijk wel, maar ik ben er niet zo hardcore in dat ik gelijk de die reference snap dat het daar naartoe is. Maar met, en sterker nog, vind ik niet eens storend. Nee, maar ik, ik, nee, ik wou zeggen, ik ben al blij dat ik over dat soort dingen... gewoon een knipoog naar hè? dat is gewoon ergens ja, een fanservice. Ja, maar als je dat vier keer doet, uh, ja. weet je, in een hele korte tijd, dan... Ja. dan Oké. Okay. Maar, nogmaals, als ik daarover ga nippikken, Nee, dan is het een fucking goede aflevering. Nou, uiteindelijk gewoon, uh, uh, het, ja, ik vind nog steeds een teleurstellende serie, behalve dus de laatste anderhalf/slechts twee afleveringen die waren gewoon heel, heel tof. Ja, ja en uh, ik, ik vind wel oprecht uh, wat ze wel echt goed gelukt is, ze hebben wel echt uh, een bepaalde diepte gegeven aan, ja. aan Anakin Skywalker, ja. maar ook het conflict tussen Anakin oh. en Obi Wan. En Roker vind ik een hele tof uh, de, de, de zoon van Ice Cube. Uh, oh, ja, een ja, ja. hele toffe character die, die mag ook best de eerste, wel de eerste uh, keer dat ik hem ons ja toen was het over. weird maar ja. in de laatste twee afleveringen was dat, uh, was dat ook tof dus echt wel een toffe uh, toffe character waar je ook wel wat mee kan ja eigenlijk het enige uh, wat ik dan nog zou zeggen is um, misschien had het beter gewerkt in een film um, want dit was ook origineel film ja. Ik merk dat er toch te veel spullen in zit. In het begin vooral. Dat ja. is gewoon heel crap. Weet je? Ja. Dat had inderdaad dat had een film mogen zijn. En ja. ik denk gewoon als je... Uh, ja, misschien zal er niet iedereen mee eens zijn. Maar, en ook vooral omdat Lea heel goed gecast is. Ik denk als je Lea en Reva gewoon eruit snijdt. En dit echt over Obi-Wan en Anakin laat gaan. Ja. En met Inquisitors. Ja. Want gewoon de groep als Inquisitors... Die kan een goede dynamiek spelen in het opsporen van Obi-Wan. En, mm -hmm. en de lijm tussen Darth Vader en, en Obi-Wan. Dat veel, had dat veel beter gewerkt. Ja, dat had je kan, misschien dat geen zes in, episodes dat, kunnen bouwen. Dat kan dus in seizoen 2. Dus dat het niet meer over Vader gaat. Maar en, en, uh, Obi Wan die op de, op de, op de, op de run is voor. Ja, maar uh, seizoen 2 kan niet weer dus Obi Wan en Anakin gaan. Nee, daarom. Dus niet meer uh, Vader, maar wel Vader stuurt wel eventjes zijn wolfpack erop af. Ja, want hij moet er nog wel dood. Ja. Ik bedoel, dat, dat is zo. Nee, maar ik bedoel, van, dat had deze serie een stuk strakker gemaakt. En ik ja. denk, als we dat hadden... Als, maar... als, 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 het als het verhaal zich iets meer daarop had gefocust... in plaats van ook het lanceren van een baby Lea en, en een Reva. Want Reva krijgt gewoon haar eigen serie. Dat we, dit was het... Uh... ben ik nu wel ook opgewarmd voor. In ja, het begin ook. vond ik het vreselijk, maar door de laatste twee afleveringen... Door aflevering vijf. Ja. Al, al, ja, al vond ik die laatste aflevering ook niet heel sterk met haar. Maar gewoon letterlijk... Door wat er gebeurde in de Ik snap niet 5? waarom wilde ze Luke Omdat ze gewoon nog even wat retribution op, op, op Obi-Wan wilde. Ze wilde Luke gewoon even. Oh, er zijn nog, dus hij heeft geeft om iemand daar. Dus ik, dat ga ik dat mee. Ja, dat was een beetje dommig. Ja, het, weer. Nou, maar daarom. Slecht ja, het is een beetje onnodig. Maar ze en, kon het niet en dat vond ik dan wel weer tof. Dus ergens, ze maar, kunnen, het, zij kan ook, misschien gaat haar serie wel over van, Darth naar, naar, van Sith naar uh, uh, Jedi. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ze is volgens mij nu al een soort van halve Jedi. Maar whatever. Ja. Yeah. Maar het is meer van yes. uh, wat ze deden in episode 5 met haar. Dat maakt haar een interessante ja. karakter. Dus daar ben ik ook wel ja, op voor. En wil ik ook meer. Maar ze hebben echt puur deze serie gebruikt als jump pad voor haar. En dan heb ik zoiets van. Ah, had gewoon een eigen serie met haar ja. Dat was prima geweest, weet en je wel. En iets te sicker te zijn, alsjeblieft. Maar ja, nee, dat... Uh... Ja, true. Uh, ook dat. Um, en, en, en ook de shit met Lea. I, I didn't really care for ik it. Ik, ik denk dat Lea, dat ze dat erin hebben gehoord. Het is denk ik wel een beetje ergens een fan uh, favorite Ik geworden. denk gewoon om van Tatooine af te komen, man. Kan ook. <laughs> dat, 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 dat puur de reden. was. Nou ja, dat kan je wel wat anders verzinnen ook. Maar, maar uh, ergens, natuurlijk, Young Lee. Ik vond het wel goed gekast. Ja, ja, dat was wel echt goed gecast. En inderdaad begint de witty, Maar op een gegeven moment, ook. Je, je ziet wel een soort van: oh ja, maar dit, 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 dit klopt wel heel erg. Dus ik vond het wel, wel een leuke storyline. En ik denk ook dat, ze dat dat gewoon een beetje een bepaald soort van fanservice is. Maar ik denk als ze die twee eraf hadden uh, gesneden, zeg maar. Uh, en niet omdat vrouwen zijn, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Nou, dan uh, denk ik eigenlijk dat uh, je uh, dat wel denkt. Dat, dat je dat erbij moet zeggen is raar. Maar uh, hoe heet het? Dan, dan was het verhaal iets meer gefocust geweest. En dan denk ik dat de hele serie gewoon vet was geweest. Ook al hadden we misschien maar vier jaar. Ja, precies. Gehad. Ook zo. Ja, of misschien wel drie dan ineens. Maar um, ja, nou ja, dat. Maar de, achteraf? De serie is picked up ace. Uh, hij begon heel traag. En um, op het einde ben ik toch met een heel goed gevoel. Ja. Ondanks, kijk, er zit veel oenig shit in. Ja, maar, dit maar, in heel, maar begrijp me niet verkeerd, hè? In heel Star Wars zit een heleboel ja, ja, ja. oenig maar shit maar daarom. Dus, En daarom, dat zei je op een gegeven moment eerder ook. En dus van ergens past het wel. En ook dat slechte acteren. En dat ik zoiets, nou dat is gelijk. Nee, maar ik, dat was het ander. Daar wil ik dan mee afsluiten. Het laatste, uh, ik zat de laatste aflevering dus gisteren te kijken. En toen bedacht ik me, dit is het niveau wat ik wil dat. Elke aflevering van zowel Star wars episode of dingen als, moeilijk, als Marvel is. N ja, moeilijk, ja. moeilijk. Maar sorry, maar dit is letterlijk wat ik verwacht. Ja, maar dat <laughs> ja. is het. Dat je, je hebt, een, je hebt het een van de grootste audiences ter wereld. En 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 en, en je doet in principe dus meestal par shit. En dan die laatste aflevering. Toen had ik zoiets van, oké, okay, maar dit is het. Maar je kan het de dus De kwaliteit. Wel. Ja, ik bedoel, die dus elke aflevering van Star Wars en van alle Marvel-series ook moet hebben, want die zijn ook vaak film. We, we zien wel. We kunnen af en toe hele harde episodes maken, weet je, Mendo. Season 2, laatste aflevering, ja. was ongelooflijk. Uh, Boba, uh, Boba Fett, episode 4. en 5, of wat dan ook. Ja, Ja. ja. waren echt super vet. Ja. En, en ook deze was weer... De, de laatste ja. twee waren echt... Ja, maar alles goed. moet zo. Ja. Sorry, maar dat is ergens mijn verwachting van iets dat zo groot is... en zo fucking veel geld oplevert. Maar maar zijn daar weer die, die entitled snobistische... Fuckers, die, die, over alles gaan fuckers. Ja. <laughs> die over alles gaan zitten surren. Ja, true. Maar dat, dat, dat is ook ons werk natuurlijk. Ja. Weet je. Zullen, we de, de, zullen we het hierbij laten voor, voor, uh, voor Star Wars? Voor Multiverse en, Madness was... Oh, yeah, yeah. Laten, we die, laten we Multiverse Madness de volgende keer uh, bespreken. Ik wilde er uh, heel kort iets over zeggen. Ja, want we moeten over uh, drie minuten moet de einde van de week koud uh, we vrij op tijd. Ja. Maar, nou, nee. Nee, 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 nee. No. No. is het nu vijf voor twee. Ja, oké. Okay, maar gooi hem dan even, 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 okay. bespreken. even want, in bespreking. Ik heb een feitje gezegd. Face ja, 4 begint een beetje op zijn einde te lopen. En het begint nu wel duidelijk te worden welke kant we op gaan. Het is heel duidelijk welke kant we op gaan, voor mij. Secret Wars. Ik denk dat ze vol aan Secret Wars gaan. En wat is Secret Wars? Secret Wars is waarbij meerdere universa met elkaar gaan strijden. Alle variants tegen elkaar, noem het allemaal ja. maar op. Um, dat begint met een incursion van twee universes. Die hebben we al gepitcht gekregen. Die hebben we al gepitcht gekregen in Multiversal Madness, natuurlijk. En ik denk dat het alles te maken heeft met de Illuminati die we hebben gezien in, in Multiverse of Madness. Want echt, de Illuminati was echt super teleurstellend naar mijn mening. Ja, je ja, hebt nog snel. niks over gezegd. Maar... Oh. Die waren dus ergens inderdaad een beetje te snel dood. Dat je denkt van: oké, okay, maar hoe krachtig ja, is het? Uh, ja, van zo'n grote belangrijke groep, ja. groep, weet je wel. Um, maar wat ik wel. Of, denk... Hoe weak is deze wereld dus? Ja, ja, ja eigenlijk wel. Maar uh, het ding is: er gaat gewoon een incursion komen tussen de MCU-universe uh, die we kennen en Universe 838. 38 Um, die, die, waar de Illuminati natuurlijk vandaan komt niet iedereen is dood van die Illuminati zo uh, so hebben we de uh, um, Sorcerer Supreme ik ben een heel hele zijn naam kwijt ja weet ik ook even niet meer ja, maar niet. Nee. We, we weten wie het is, die donkere man. Oh, is het weet je zijn naam niet meer omdat het een donkere man is? <laughs> met, die, uh, met, met, met ja, okay. met, het, met het haar, met het lange haar. Gewoon ja, zoals ja maar hij heeft, nu, hij heeft nu lang haar, maar dat had hij in de Doctor Strange 1 niet. Dat had hij oh! Okay. Mordo, heet hij geloof ik. Kan. Dacht ik. Echt geen ik ja. vond het ook niet een hele toffe karakter. Hij leeft nog. Oh. Ik denk dat, uh, Mr. dat Monica Fantastic. Rambo nog wel leeft. Uh... Heel tof trouwens, dat. Dat vond ik echt heel erg doen Ja, daarom bedoel ik. Zij is, is onder een fucking standbeeld gekomen. Ze is niet dood. Nee, en, en uh, Mr. Fantastic. Of hoe is die? Uh, hoe ja, is die die, die, die dan? is spaghetti-sliertjes aan elkaar. Dus, en we zien zijn hoofd wel. Crap. Dus yeah. Van hem weet ik het niet, maar ze zullen vast wel een manier vinden. Want Kang the Conqueror is natuurlijk ook weer een relative van uh, Retreat. Ja, maar, maar je gaat niet uh, een soort van de maar, Fantastic Four pitchen uh, en dan niet... Niet twee universes kleiden bij elkaar. Nou, hoe werkt dat? Een In incursion, er kan één uh, universum gaat er kapot of allebei. Ja. En uh, ik denk dat uh, universe 838 van die Illuminati, die gaan wraak nemen voor... Uh, op, op, voor de dood van de Illuminati door onze, onze, ah, onze Wanda. Uh, maar, maar, maar omdat. Uh, want de, de universes zijn niet, is dit universe is niet dood. Nee, dus die universe is zeker niet dood. Nee, dus e er is, e e is geen e incursion? Het was... Nee, die incursion die, die, die is nu begonnen. Ja, die al begonnen. Er is gebeurd is, in, is in, in, in ja. de Multiverse of Manus. Die incursion is begonnen, dat zien we ook. Wie nu. gaan er wraak nemen dan? Ja, nou, de, dus niet iedereen is dood. Nee. Dus er zijn al sowieso surviving members van, um, van de dingen. Nou, als, als Reed Richards er is, dan is er ook een Fantastic Four. Precies. Als Zeveer er is, dan is er ook x men Yes. Maar, nee, maar dit is niet yes, want daar dat betekent... komen de fucking X-Men vandaan. Ja, maar super. Daar komen de, ja, tuurlijk, daar komen de fucking X-Men vandaan. Dat is inderdaad waar de fucking X-Men vandaan, vandaan komen. Heel fucking bruut. Maar dan is het ook goed uitgelegd in de MCU? Ik, ik wil zeggen. geen fucking X-Men tegen mijn fucking Avengers zien vechten. Dat is precies wat je wil. Dat, zien. Nee, dat wil ik niet zien. Ja, maar en Op, de, ik denk op het einde gaan ze gewoon vrienden worden. Dat, dat. Weet je, er gaat niet één universe helemaal kapot. Daar, althans, er gaat vast wel één universe helemaal kapot. Maar de, maar de, ik denk de rest dat... mag over. En Een overvolle wereld, net zoals nu. Of we nee, gaan maar naar Battle Planet of whatever. Ja, nee, ik wil, dat, ik wil eigenlijk dat niet. Ik wil niet dat fucking Sorry, Avengers tegen gaat, X. -Man. Het gaat gebeuren. Ja, daar ben ik een beetje huiverig voor. Maar het maakt ook story-wise sense. En dan ja, is het vet, sense. weet je wel. Savior is vermoord door wat Maakt sense. fucking X-Men, die gaan fucking vraag nemen ja, voor nee, wat er is gebeurd. Het Maakt superveel sens. Ik wil het alleen niet. Ja, het, het, het gaat gebeuren. En er is ook nog steeds een Tony Stark in het universum, in die andere hoe weet je dat? Omdat uh, de officiële lore nu wel van die Ultron-bots is wel is oh, niet ja. gemaakt door Reed Richards maar dat Stark. Ja. Nou, dat is dat is. En dan gaan we misschien van. een Superior Iron Man zien. Ja. En ze hebben al wel laten weten dat ze open stonden voor Tom Cruise. Ja ik heb er Nee niet voor dat... Tom Cruise. Oh. Nou volgens mij wel. Dat, dat ze in ieder geval ja ze. Wie anders? Ze waren er niet dismissing over. Nee, nee maar gewoon dat ze wel open stonden voor een Superior Iron Man. Ja precies. Ja. En Of dat Tom Cruise dan is whatever. Of wat gewoon... kan. Down laat als, nee, laat alsjeblieft niet Robin Down. Nee, nee. Dan, nee, nee, nou, dat, nee hij nee, heeft de perfecte nee, standoff. Ja, ja, Doe het alsjeblieft ja, niet. Weet nee, je? Nee, <laughs> nee, dat moet inderdaad niet. Nee, ver. Maar de jongen, als je het zo hoort, klinkt plausibel. Zeker. En dan, ondanks de super teleurstellende cameo van de Illuminati in de Multiverse Madness. Want nogmaals, ik vind niet dat je dat, dat kunt doen. Dat heeft bijna alle angst en kracht en respect. die je misschien had gehad voor dat universum. Ja. gelijk weggenomen. Ja. Ik, ik vind het een grote nee, Maar Jij weet natuurlijk hoe uh, gewichtig de Illuminati ja. zijn. Ik weet dat we bijvoorbeeld wat minder. Dus voor mij was het gewoon. Maar Black Panther zat er ook niet. Die is ook onderdeel van de Illuminati. Ik ja. denk dat we wel een andere universe. En er was o, ook nog een stoel vrij natuurlijk. Uh, waar niemand zat. Denk je dat. Um... Black Panther 2 niet in de, de Marvel Universe is die we nu kennen, maar dat het, dat het gewoon dus dat het gewoon letterlijk een andere dat ze het niet dat gaan niet. Nee? nee gewoon een andere dat er een andere Black ik Panther. Ik denk dat het is. gewoon letterlijk begint met de begrafenis van, van, uh, van Ik zet nu was. in op het feit dat 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 die film gaat zijn dat het gewoon in een andere universe is. Oké, okay, we gaan we gaan het zien. Ik zeg nooit. Uh, Precies hetzelfde gebeurt, behalve dat uh, de, de chat niet, want want het was iemand anders. Ik zeg je, de X-Men worden geïntroduceerd ja. in de MCU door Universe 838. Ja. doordat de X-Men vraag gaan nemen voor Xavier. Amazing. Al wil ik niet ze tegen elkaar gaan battelen. Maar het is wel fucking een wezen. En dit wilde ik nog even gezegd hebben <laughs> ja. voordat we weggingen. Is het toch wij... weer meer dan anderhalf uur fucking. Uh, ik dacht, dit wordt er gewoon een, drie kwartier. Schoon aan de haak. Maar nee ja, hoor. Nee, twee sorry, keer van weer. Maar we hebben ook twintig minuten over ons koffieapparaat gelul. Dus en over uh, Engels. Ook dat. Want daar zijn we echt, echt heel, heel erg goed in, jongens. Ja. Hé, hey, ciao. Italiaans kan ik ook ja, gewoon. Komt met die jammer. <laughs> dus, uh, dus dat. Ik, uh, ik wil je bedanken voor het luisteren. Bedankt voor de reviews. En tot de volgende keer, jongens. Adios. En trouwens, trouwens, trouwens gooi jouw fucking theorie hieronder. Pfft. Gooi jouw theorie hieronder in de comments. Ik ben wel benieuwd. Check je later. Ciao.